Goed, dames en heren. Terwijl er nog allerlei afrondende werkzaamheden rondom de paparazzen die de behandeling van zo'n groot document als vanmiddag op de agenda staat van uw raad zich nog afspelen, stel ik vast dat het wel 3 uur is geweest. 3:04, zegt mijn klok nu. Welkom allemaal op deze laatste fysieke bijeenkomst voor het zomerreces aanbreekt. Hoewel het weer buiten dat niet onmiddellijk zou doen vermoeden. Maar dat helpt ons wel om deze middag en avond goed door te komen, denk ik. Dat de temperaturen en de zoninstraling wat beperkter zijn. Zoals gezegd, de laatste openbare raadsvergadering voor het zomerreces met een van de jaarlijkse hoogtepunten op de agenda, de kaderbrief. Dat is het voornaamste onderdeel van bespreking. Ik zeg het ook even voor de publieke tribune die natuurlijk, zoals u weet, hier binnen nu helemaal leeg is. Want nodig voor de huisvesting van uw raad en ons college. Maar natuurlijk, zoals gebruikelijk, streamen alles. Dus het is op welke plek ter wereld dan ook, als het goed is, te volgen, te horen. En daarmee voldoen we aan het openbaarheidsvereiste van deze vergadering. Om het vooruitzicht van de vakantie alvast een beetje te bevorderen, heeft u op uw tafel met een aanbiedingsbriefje van onze portefeuillehouder Cultuur aangetroffen 2 boeken. En voor zover de bagage de ruimte dat nog toelaat, zou u dat kunnen overwegen mee te nemen op waar u ook maar heen gaat, in binnen- of buitenland. Eén is natuurlijk een mooie documentatie van 100 jaar Zuiderveld, een rijke traditie. Hier in ons gebied, waarin op een mooie manier door onze trekker van het culturele jaar 2021-2022, Roelie Lubbers, een eeuw Zuiderveld is samengevat en van een andere orde het mooie tijdsbeeld weergevende boek van Wil Legemaat, Jouw hart sta ik nooit meer af. Wat recht doet aan het jaar waarin we 75 jaar vrijheid met elkaar herdenken. Ook dat gehinderd door de corona. Maar daarvan kunnen we inmiddels stilletjes de verwachting koesteren dat we dat volgend jaar dunnetjes onder het motto 75+1 over kunnen gaan doen. Om u daarbij voor te bereiden helpt het ook zeker om dat boek gelezen te hebben. Dus ik kan het alleen maar in uw warme belangstelling aanbevelen. En voor degenen die nieuwsgierig zijn geworden bij onze boekhandel hier tegenover en andere plekken in onze gemeente, is dat boek, zijn beide boeken trouwens nog goed verkrijgbaar volgens mij. Dus de publieke tribune kan zich nu haasten naar de boekhandel natuurlijk nadat zij deze vergadering hebben bijgewoond. Er is een wat bijzondere orde van de vergadering. Ik zeg dat ook maar even ter toelichting. U heeft het allemaal als raadsleden op papier. U heeft zich daar ook op voorbereid, dus dat is allemaal heel mooi. Maar de agenda voorziet erin dat we een afwijkende behandeling hebben dan de gebruikelijke eerste termijn van de kant van de raad, dan een eerste termijn van de kant van het college, dan weer een tweede termijn van de kant van de raad en een tweede termijn van de kant van het college. En dan zijn de beraadslagingen wel zo'n beetje over en kunnen we overgaan tot stemming over alles wat er dan ter tafel ligt. Dat basisprincipe staat nog steeds, maar de eerste termijn is nu op een wat uitdagendere manier misschien voor een aantal van u vormgegeven in die zin dat van u wordt verwacht dat u in exact 3 minuten maximaal een pitch kunt presenteren ten overstaan van uw mede-raadsleden. En met name natuurlijk ook vooral gericht om ten opzichte van de andere politieke fracties in uw raad toch duidelijk te maken wat uw partijpolitieke lijn is als u zich oriënteert op het voorliggende stuk, de kadernota en de benaderingswijze die het college daarin laat zien over het komende jaar en de komende jaren ter voorbereiding ook van de begrotingsvoorstellen voor 2021. Goed, het zal dus een beetje zoeken zijn naar de vorm, want eigenlijk hebben we een eerste termijn die uit 2 delen bestaat. Een experiment zo gezegd. Onze gevier die verheugt zich, onze waarnemend gevier moet ik natuurlijk zeggen, plaatsvangend gevier staat op zijn bordje. Is dit voor ons allebei natuurlijk een eerste ervaring, dus we gaan ook zien hoe dat in de orde straks gaat. We hebben net al even vastgesteld voor degenen die buiten gehoorzaamstand waren, deel ik dat ook nog maar eventjes, dat als het gaat om de spreektijdverdeling, die is er natuurlijk.
En ik heb vanochtend nog van het collegeleden de bevestiging gekregen dat ze hun best zullen doen. Natuurlijk mede afhankelijk van het detailgehalte van de vragen die ze gesteld krijgen. Om in de aan het college toebedeelde tijd 5 minuten per portefeuillehouder om daar hun in de tweede termijn en 10 minuten in de eerste termijn om daar aan binnen te blijven. Maar de spreektijd die het bespreken en het voorstellen van de fractie van de moties en amendementen vraagt, dat dat niet onderdeel uitmaakt van de totale spreektijd die u is toebedeeld. Het is alleen maar fair dat ik dat dan ook natuurlijk toebedeel aan de leden van het college als zij ingaan op datgene wat de motie of amendement vraagt. Dat zult u begrijpen. Nou, daarmee moeten we toch aardig de dag door kunnen komen. Voorzien is dat wij rond het uitstip van 10 uur 's avonds de besluitvorming naderen. Dus wat dat betreft hebben we nog wel even te gaan met elkaar. Er zitten ook de nodige onderbrekingen in tussen 6:15 en 7:00, in ieder geval de maaltijd. En natuurlijk op een enkel moment een schorsing. Om het mogelijk te maken dat er ook even onderling beraad en afstemming nog kan plaatsvinden over hoe komen we tot een goede gedragen besluitvorming. Goed, dat allemaal, dames en heren. Een beetje langere inleiding als gebruikelijk voor deze vergadering. Ik meld dat mevrouw Streur, mevrouw Driehuis en de heer Bouwers vanmiddag niet bij ons kunnen zijn en vanavond. Deels wegen vakantie en ik begreep dat de heer Bouwers iets problemen met zijn rug heeft. Rugklachten heeft opgelopen. Wetenschap dan bij deze. Die zullen er in ieder geval vandaag niet bij zijn. Daarmee is ook de fractie van de PPC geen onderdeel van de beraadslagingen van vanavond. Het is wel goed om dat nog even te markeren. Want hij kon natuurlijk wel zijn deel hebben in de commissievergadering. Maar dat zal vandaag dus niet vertaald kunnen worden. Dat zijn de afberichten. Dan stel ik als punt op de agenda aan de orde de vaststelling van de agenda. U heeft het voorstel voor de agenda aangetroffen kunnen zou doen. Met de kanttekening als het gaat om de te hanteren spreektijden. Dan is die al dus vastgesteld. Dat klinkt altijd mooi. Dan gaan we naar de besluitlijst van 23 juni. Wenst iemand daarover het woord? Dat is niet het geval. Dan is ook de besluitlijst vastgesteld. Dank u wel. Dan hebben we de voorgestelde wijze van afdoening van ingekomen stukken. Wenst iemand daarover nog iets te zeggen? Dat is ook niet het geval. Dan kunt u instemmen met de voorgestelde afdoening. Dan zijn we bij een tweetal hamerstukken. Het voorstel in zaken de verordening rechtspositie raads- en commissieleden van deze gemeente. En het voorstel in zaken de voorgenomen aansluiting van de GGD Drenthe bij WSGO. En daarover heeft u in de commissie vastgesteld dat dat geen verdere bespreking behoeft, maar dat daarmee kan worden ingestemd. Dan is bij deze al dus conform besloten. Dan zijn we bij agenda punt 7. Stukken korte stemverklaring. Geen stukken daarvoor aangemeld. Dus gaan we naar het eerste en enige bespreekpunt van vandaag, wat ons tot 1:10 kan bezighouden. Zoveel eerder als mogelijk is natuurlijk ook nooit een straf. Die natuurlijk van start gaat volgens de gebruikelijke benadering grootte van de fracties voor de behandeling in de eerste termijn. En daarmee met wat ik zojuist ook heb gezegd over de vorm van de pitch is de eerste pitch weggelegd voor de heer Boy. Hij zal niet spreken en dat geldt voor geen van u vanaf het spreekgestoelte. Want sinds de vorige raadsvergadering weten we de afspraak, maar ik herinner u nog even aan dat we spreken vanaf het eigen spreekgestoel, vanuit de eigen tafel. Dat betekent dat er als er behoefte om interpellaties of te interrumperen, dat ik vraag om toch een duidelijke hand opsteek, alsof u vroeger nog op de basisschool zat. Want anders dan is het ingewikkeld genoeg, hè, mevrouw Siebe, om precies te overzien wie waar graag het woord verlangt. En ik kijk even naar de eerste plaatsvangend voorzitter van deze gemeenteraad. Als deze portefeuillehouder ondergetekende ergens op beleidsinhoud een rol heeft te vervullen, dan heeft hij bij deze nogmaals herhaald mijn instemming om vanaf zijn plek mij luid en duidelijk te corrigeren of tot de orde te roepen en zijn rol als
plaatsvervangend voorzitter met verve te vervullen. Goed, daarmee zijn we precies om kwart over ongeveer aangeland. Dat is de termijn tijdstip waarop ook onze toehoorders van buiten mogen verwachten dat de eerste pitch van start gaat. Dus ik heb het volgens mij vakkundig volgeluld. Meneer Boy van de BBC 2014, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het college maakt zich terecht zorgen over de financiële gevolgen van de coronacrisis. U ziet vooralsnog geen aanleiding om de gestelde ambities van het bestuursprogramma bij te stellen. BBC 2014 kan zich daar volledig in vinden, want beslissingen uitstellen en risico's vermijden brengen andere risico's met zich mee. Dat kan zelfs de voortgang van een aantal belangrijke thema's bedreigen. De volgende thema's zien we dit najaar graag terug in de begroting van 2021. Financiën. De kostenontwikkelingen in met name het sociaal domein zijn ronduit zorgelijk. En er rust dan ook een zware taak op de schouders van de gemeente. We moeten grip houden op de kosten, maar willen de bestaande WMO-voorzieningen waarborgen. Extra financiële steun van het Rijk is daarom zeer noodzakelijk. De coronapandemie maakt het daarom al nog lastiger. Maar onze inwoners mogen daar niet dupe van worden. Wij zijn daarom van mening dat de lasten niet verhoogd moeten worden, behoudens de inflatiecorrectie. Stimuleringsfonds. We zien dat het evenwicht in de aanvragen en toekenningen tussen de dorp en wijken behoorlijk is scheef gegroeid. Gericht op evenwicht was en is niet voor niets de slogan van onze partij. Onze indruk is dat niet alle dorpen en wijken alle tools hebben om alle aanvragen en beleid te organiseren. Professionele ondersteuning is het overwegen waard. Samen met de PvdA willen we hier een motie over indienen. Sport en bewegen is gezond, zo breed en gevarieerd mogelijk. Sport en verenigingsleven draagt niet alleen bij aan gezondheid, maar ook aan saamhorigheid en verbinding. De gemeente heeft de afgelopen periode al flink gefaciliteerd. Maar de inzet moet nu zijn dat de sportverenigingen en zwembaden deze moeilijke periode kunnen overleven. Herstructureringsfonds. Bijna 8 maanden geleden heeft een ruime meerderheid van deze raad het college via motie 2/1914 opdracht gegeven een visie te schrijven op het toekomstbestendig maken en houden van onze dorpen middels het herstructureringsfonds. U heeft dat niet opgepakt. Sterker nog, u wilt het nu uitstellen. Maar daar zijn we het volstrekt mee oneens. We dragen het college op om bij de begroting van 2021 alsnog de regels, visie en daaraan gekoppeld de eerste projecten te presenteren. Wij zullen hierover een motie indienen. Wonen. Het is belangrijk om in alle kernen het woningaanbod op peil te brengen, CQ te houden. Uit de dorpen krijgen we sterke signalen dat er behoefte is aan betaalbare woningen voor senioren en jonge stellen. Vanwege de snel veranderende woningmarkt is het noodzakelijk dat de huidige woonvisie geactualiseerd wordt. Mobiliteit. Fietspaden hebben ook hoge prioriteit. Er is dit jaar geld vrijgemaakt voor onderzoek naar onder andere de aanleg van nieuwe routes langs de Gelpenberg en de Schapendijk. BBC 2014 is van oordeel dat realisatie van deze fietspaden opgenomen dient te worden in de begroting van 2021. Zo nodig zullen wij er een motie over indienen. Onderwijs. We kijken uit naar de uitwerking van de scenario's voor de nieuwe vesten die in de tweede helft van dit jaar worden gepresenteerd. Cruciaal voor de toekomst van het voortgezet onderwijs. Dank u wel. Ik dank u zeer, meneer Boy. U heeft een mooie target neergezet voor de andere keurig binnen de 3 minuten. Dank u daarvoor. Goed, dan zijn we bij de fractie van de VVD. Mevrouw Vissering. Dank u wel, voorzitter. Als wij als VVD in deze tijd een kaderbrief mochten opstellen, dan zou er boven staan wonen, werken en onderwijs. De 3 pijlers voor 2021. Juist in deze tijd van corona en de daaraan gekoppelde onzekerheid vinden wij het belangrijk om positief te blijven en met elkaar de schouders eronder te zetten. Fijn om te lezen dat het college dan ook aan het eind van de kaderbrief schrijft dat onze doelen onveranderd overeind blijven en net als ons vindt dat corona potentie biedt voor transformatie. Het hoofd koel houden, nuchter blijven en uitgaan van onze eigen krachten, lezen we. Behalve dat zijn er ook andere zaken die wij goed vinden in de kaderbrief. We blijven investeren in de binnenstad van Coevorden. Er komt een programma om generatiearmoede tegen te gaan. Er wordt gewerkt aan verbetering van de infrastructuur.
Er wordt erkend dat de status culturele gemeente van Drenthe ons imago kan versterken. Dat vinden wij ook. We zijn verheugd om te lezen dat de wens uit ons verkiezingsprogramma om de dienstverlening ook buiten kantoortijden te laten plaatsvinden erkend wordt. Immers, de gemeente is er voor de inwoners. Enthousiast wordt de VVD van een wethouder die vertelt dat de grondverkoop weer toeneemt. Dat betekent vaak meer bedrijvigheid, meer werk in onze gemeente. We zien uit naar de evaluatie van de Dutch Tax Zone en hopen oprecht dat deze positief en betekenisvol is voor onze gemeente. De samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen is heel waardevol. Ook juist inzetten op onderwijs voor onze regio is van essentieel belang. Zorgen dat onze jeugd hier kan blijven en kan kiezen uit en doorstromen naar verschillende opleidingen. En na afronding hier kan werken en wonen. Het is bekend dat de VVD van mening is dat we niet voorop moeten lopen in de regionale energietransitie. We verkeren in een fase dat er nog zoveel nieuwe dingen ontdekt en ontwikkeld worden. Laten we geen spijt krijgen van de zaken die we nu uitvoeren. Bovendien verdient draagvlak op het gebied van duurzaamheid nog wel een nadere uitwerking. Wat de VVD-fractie echt enorm mist in deze kaderbrief zijn plannen voor het wonen van onze inwoners in stad en dorp. Zowel voor ouderen als voor jongeren. Maar ook een visie van het college die ons vooruit gaat helpen en zorgt dat er steeds meer mensen kiezen voor de gemeente Coevorden om te wonen. Wij zullen daar in de eerste termijn op terugkomen en misschien een motie indienen. Daarnaast missen wij ook het herstructureringsfonds. Wij hebben daarover ook al vragen gesteld bij het jaarverslag 2019. We zijn het niet eens met het plan om het herstructureringsfonds pas in te zetten bij de omgevingswet. Tot slot. In de kaderbrief wordt gesproken over glocalisering. Laat de gemeente daarin dan ook zelf het voortouw nemen om zelf zoveel mogelijk lokaal aan te besteden. Juist nu. Steun de lokale ondernemer. Tot zover. Dank u wel. De timer loopt mee op het scherm, dat heeft u gezien. Dat zeg ik ook een voor de andere, maar ja, dit was een half minuutje. Half minuutje. Nou. Daarmee heeft u wel de anderen allemaal extra alert gemaakt op die timer. Ja. Goed, dank u wel. Daarmee gaan we naar mevrouw Katerburg, neem ik aan. De heer Heling. Inderdaad, de heer Heling. Van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Er zijn hele korte zinnetjes van minder dan 5 seconden die heel veel impact kunnen hebben op een mensenleven. Zoals, ik houd van jou of het is uit tussen ons. U kunt zich voorstellen hoe het leven in de gemeente Coevorden eruit zou kunnen zien nadat de CDA-fractie 3 hele minuten aan het woord is geweest. In het begin van de kaderbrief stuiten we al direct op de term glocalisering. Het oplossen van nationale en internationale vraagstukken en problemen op lokaal niveau. Het CDA schreef er 4 jaar geleden al een boekje over. In Geest noemen ze dit overigens gewoon nijnaberschap. Allang gesneden koek dus binnen onze gemeente. En bijzonder CDA. We willen een aantrekkelijke gemeente zijn. Mooie dorpen en een binnenstad van Coevorden die in goed Nederlands the place to be moet worden. Ons is meer informatie over de ontwikkelingen in de binnenstad toegezegd. En met een motie over het herstructureringsfonds, waaraan een nieuwe woonvisie gekoppeld wordt, moet dat goedkomen. We blijven de vinger aan de pols houden. Verbindend besturen. Het gemeentelijk apparaat is er voor de burger en niet andersom. Dat moet duidelijk worden in de dienstverlening. Wij vinden dat de organisatie zich moet gedragen als een facilitair bedrijf. Diensten moeten tegen kostprijs worden geleverd. Om te beoordelen of de organisatie echt zo klantvriendelijk is als gedacht, neemt het college ons mee op klantreis.
We zijn benieuwd naar de uitkomsten en hoe deze worden weggezet in de organisatie. En bij reizen horen toeristen. Hoe denken wij over het verhogen van de toeristenbelasting? Komt er een differentiatiemodel en vinden wij dat wenselijk? Wat gaan we doen met het advies van de Rekenkamer aangaande het beleid voor de jeugdhulp? Wat ons betreft een prima stuk, waar we wat mee kunnen. En daar dienen we een motie over in. De koppositie aangaande de inwonerslasten moeten we dit jaar maar eens aan een andere gemeente gunnen. Er zit hier nog wel een addertje onder het gras en die heet afval. Jaar in, jaar uit weten we onze doelstellingen niet te halen. Onze fractie vindt dat we dat nu lang genoeg hebben aangekeken en dat we nu duidelijke keuzes moeten maken. U hoort straks wat onze uitgangspunten daarbij zijn. Tot slot het stimuleringsfonds. Hoe krijgen we het voor elkaar dat dit fonds, dat is bedoeld om de leefbaarheid in alle dorpen en alle wijken een oppepper te geven, uit te smeren over onze hele gemeente. We hopen dat deze pitch een bijdrage zal zijn voor een interessant debat. Dank u wel. Mooi zo, dank u wel. Ja, 3 seconden geloof ik. Nou, helemaal goed, helemaal goed. Dat is in de afronding, zullen we maar zeggen. En bovendien, net wanneer je het knopje indrukt voor de teller. Maar dat doet onze rivier allemaal, dus dat komt allemaal goed. De volgende in de rij van de fracties is de fractie van de Partij van de Arbeid. Kijk naar de heer Slomp. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, toen ik zag dat ik een pitch moest houden, toen dacht ik, wat zal nou een mooi Drents woord zijn voor een pitch? Nou, voor ons is een pitch een kort praatje over hoe het nog beter kan op het gebied van leefbaarheid, zorg, onderwijs en participatie. Dat is onze insteek vanavond. En wij zullen ook niet al te veel ingaan op de inhoud van de kaderbrief, want onze fractie die kan prima uit de voeten met de voorbereiding die het college heeft neergelegd richting de begroting 2021. Koevorden staat er hartstikke goed op, zowel financieel als inhoudelijk. En daar kun je eigenlijk tal van voorbeelden van noemen. Maar we noemen er één en dat is het net verschenen rapport op de jeugdzorg, waarvan de hoofdconclusie is dat het in Koevorden goed voor elkaar is. Er zijn een aantal verbeterpunten, maar die zijn er altijd. En daar is onze fractie hartstikke blij mee. Wij zullen onze spreektijd en onze bijdragen in deze vergadering dan ook vooral benutten waar wij denken dat het nog beter kan. En wij zullen een aantal aanvullende ideeën brengen. Ideeën waarmee het volgens ons nog beter kan op dat gebied van onderwijs, zorg, leefbaarheid en participatie. In tweede termijn zullen wij met moties en voorstellen komen die zien op de volgende onderwerpen. Wij zullen een motie indienen die oproept tot het maken van een voorstel van sloop, peuterspeelzaal aan de Jan Steenstraat in Koevorden. En wij zullen de nadruk vestigen op prioritering van het project Vitale Vakantieparken. Ten aanzien van het stimuleringsfonds hebben verschillende mensen al over gesproken. En, meneer Boy heeft het al aangekondigd. Zullen wij u vragen een aanvullende aanpak te ontwikkelen die erop ziet dat die scheefgroei tussen dorpen en wijken waar veel organisatiekracht zit of weinig, dat die wordt aangepakt. Op uw opmerkingen ten aanzien van het niet vernieuwen van het mobiliteitsplan zullen we u suggesties meegeven. We zullen een voorstel doen naar mogelijkheden voor de vestiging van mbo-onderwijs, een voorstel voor onderzoek. Wij zullen u een suggestie meegeven omtrent het onderwerp basisbaan. En ik heb van andere fracties ook al iets voorbij zien komen. Dat begon ook met basis, stond een ander woord achter. Maar misschien kunnen we dat vanavond wel bij elkaar brengen. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. En we zullen terugkomen op de discussie in de commissie op het onderwijs, of op het onderwerp wachtlijst nieuw beschut. Afsluitend, voorzitter, zullen wij met een motie oproepen om de zorginstellingen in onze gemeente uit te dagen zich anders en beter voor te bereiden op een crisis zoals de coronacrisis. Desnoods met een bijdrage uit het innovatiefonds Zorg en Welzijn. Wij denken dat de manier waarop met ouderen en andere groepen in intramurale instellingen in onze gemeente is omgegaan in de afgelopen periode zo niet kan. Tot zover in onze eerste termijn of onze pitch. Dank u zeer, exact op nul. Ja, het wordt nog een sport, die pitches. Mooi, dank u. Dan zijn we daarmee aanbeland bij de fractie. Moet ik even kijken.
Waar tref ik? Waar zitten ze ook alweer? Ja. De slagschaduw van de heer Mulder, Partij van de Arbeid, is wel heel groot. Ja. Meneer Stoker, pak. Voorzitter, schulden zijn een groot maatschappelijk probleem en zorgt dat mensen in langdurige armoede leven. Dat heeft negatieve effecten voor wie het betreft en bedreigt de ontwikkeling van kinderen. Basisinkomen, daar hebben we meneer Slomp, en herstructurering van schulden bieden een oplossing bij het aanpakken van dit probleem. Het onderwijs is cruciaal voor gelijke kansen van elk kind. In het gesprek over verzuim gaat het meer over de leerplicht dan over de leerrecht voor elk kind. Zo'n 14.000 kinderen in Nederland kunnen nu geen gebruik maken van hun leerrecht. Het afgeven van vrijstelling van onderwijs past wat ons betreft niet bij de inclusieve samenleving. Als een kind niet kan leren door de manier waarop wij lesgeven, zouden wij misschien les moeten gaan geven op een manier waardoor het kind leert. Daarom wil het pact dat we als gemeente regie nemen om te komen tot progressief lokaal onderwijsbeleid met de focus op leerrecht voor elk kind. Met als uitgangspunt dat er in Coevorden geen vrijstelling van onderwijs meer wordt afgegeven. Bestuurlijke vernieuwing. Omdat het proces van zeggenschap in stad, wijken en dorpen kwalitatief te versterken, willen we dat inwoners met ervaring of deskundigheid op onderwerpen of thema's die spelen bij de besluitvorming een bijdrage kunnen leveren. Naast het delen van expertise wordt de lokale betrokkenheid en het draagvlak vergroot en wordt verbindend besturen versterkt. Daarom wil het pact dat naast het inspreken en meesprekrecht fracties de mogelijkheid krijgen inwoners met expertise tijdens de commissievergadering een actieve bijdrage te laten leveren. Het pact wil dat de gemeente burgers actief betrekt op het gebied van energiebesparing en het winnen van hernieuwbare energie. Als gemeente kunnen we dit stimuleren door middelen beschikbaar te stellen middels een revolverend fonds. Ook door het daken en grond in gemeentelijk bezit te gebruiken voor de opwekking van zonnestroom en inwoners daarin te laten participeren, kan daarbij helpen. Daarom wil het pact dat 2 miljoen euro van de opbrekers uit de aandelen verkoop en cent in het duurzaamheidsfonds worden ondergebracht. De eerder aangehouden motie 2019-05 van PAK en D66 kan daartoe bijdragen. En ook een tweede motie, voorzitter, over duurzaamheid hebben we voorbereid. Corona heeft laten zien hoe kwetsbaar we zijn en we hebben gezien hoe cruciaal de zorg is. Nu al en zeker in de toekomst wordt een groot tekort van goed opgeleid en bekwaam personeel verwacht. Ervaringen op in het gebruik van technologie binnen de zorg tijdens corona hebben mooie resultaten opgeleverd. Hier liggen kansen voor de toekomst om tekorten van de zorgpersoneel deels digitaal op te vangen. Daarom wil het pact dat de ervaringen en de kennis die zijn opgedaan wordt samengebracht om te kijken wat werkt en wat we kunnen benutten. Waarbij uiteindelijk ook kostenreductie binnen het sociaal domein een uitkomst kan zijn. Dat Coevorden financieel gezien goed voorstaat, hebben we te danken aan onze inwoners in dorpen, wijken en de stad. Daarom stellen we voor dat in de begroting 2021 als initiatief van raad en college budget wordt vrijgemaakt om een gezamenlijk nieuwjaarbuffet te organiseren met lokale en streekproducten, muziek en kunst. Vanuit het idee dat het samen voorbereiden, samen eten en het delen van culturen nieuwe verhalen oplevert en echt verbindend werkt. En als mooie start van het nieuwe jaar als culturele gemeente. Dank u wel. Dank u wel. Ook keurig. Mooi. 1 seconde over. Ja, het is geweldig. Meneer Slomp. Voorzitter, is het toegestaan dat ik een pak een vraag stel over een inbreng? Eigenlijk was de bedoeling van de hervatting in eerste termijn straks na de schorsing. Hè, dat u daar al. Ja, nee, dan neem ik hem daarmee. Prima. Oké, graag. Ik zal er straks nog iets meer over zeggen, want het is wel goed om dat even te verduidelijken. Dan zijn we daarmee bij de laatste spreker in het eerste rondje pitches bij de heer Hoedemaker D66 aangekomen. Voorzitter, ik start mijn bijdrage aan deze politieke minutenwals met de constatering dat D66 als kleinste oppositiepartij al veel zaken heeft gerealiseerd gezien die wij in de afgelopen jaren naar voren hebben gebracht. De normalisering van de OZB, rondom de Japanse duizendknoop, glasvezelbermen en, zo lezen we in deze kaderbrief, nu ook Diftar. Voorzitter, ruim 10% van de inwoners van Coevorden leeft in armoede en heeft problematische schulden. In Drenthe is alleen in Emmen de situatie zorgelijker. Het Nibud heeft berekend dat 1 schuldsituatie die niet wordt opgelost de maatschappij ruim 100.000 euro kost. En het merendeel van die kosten komt bij de gemeente terecht. Gemeenten en organisaties die schuldhulp verlenen slagen er, ondanks hun inspanningen, niet in om echt te helpen. Alle goede bedoelingen ten spijt,
stijgt het aantal jongeren met problematische schulden en zal ook het aantal gezinnen dat in schulden zit in de loop van dit en volgend jaar toenemen, zo is de verwachting. Er is een vernieuwende en aanvullende werkwijze nodig. D66 wil dat de gemeente jongeren en gezinnen met problematische schulden helpt door schulden te herstructureren, zoals dit nu ook al gebeurt in onder meer Arnhem, Den Haag, Rotterdam en Almere. Mede namens PAK zal D66 daarover een motie indienen in tweede termijn. Voorzitter, een groeiend aantal mensen wordt zich ervan bewust dat ook zij niet dagelijks in de file hoeven te staan, maar geheel of gedeeltelijk thuis kunnen werken. Een trend die we hier al eerder vaststelden, maar die nu als gevolg van de coronacrisis duidelijker wordt. En Koevoorde profiteert daarvan. Om ons heen zien we dat veel huizen in dorpen verkocht worden aan werkende mensen die de Randstad als woonplek vaarwel zeggen. Ze komen hier wonen terwijl ze daar blijven werken. D66 hoopt dat de herijking van de woonvisie deze trend onderkent en hier nader op inspeelt. In vorige nota's gaf het college bijvoorbeeld aan zich in te zetten voor een goede spoorverbinding tussen Hogeveen en Koevoorde. Maar daar lezen we nu niks over terug. Voorzitter, met betrekking tot de toeristenbelasting ziet D66 graag een omvorming van een nominale naar een percentuele heffing. De hoogte van de toeristenbelasting is dan afhankelijk van de prijs van de accommodatie. Voorzitter, internationale en interregionale afstemming zijn sleutels tot economische vooruitgang. Maar, en dat hebben we hier ook al eerder bepleit, laten we onze internationale ambities toch vooral focussen op de grensregio. D66 kijkt uit naar de door het college toegezegde discussie met de Raad over internationale samenwerkingsverbanden. Economie is voor ons belangrijk, maar D66 blijft grote vraagtekens stellen bij nut en wenselijkheid van officiële vriendschapsbanden in verre landen en totalitaire regimes die een loopje nemen met rechtsstatelijkheid, democratie en mensenrechten. En overigens, voorzitter, overigens blijft D66 van oordeel dat de bodem van Koevoorde gevrijwaard moet blijven van afvalwaterinjecties door de NAM. Dank u wel, meneer Roedemaker. Daarmee, dames en heren, zijn we aan het eind gekomen van de inbreng door middel van pitches. De eerste inbreng door middel van pitches, moet ik misschien zeggen, van de eerste termijn van de kant van de Raad. Het idee is dat het vervolg van de eerste termijn kan plaatsvinden door meerdere sprekers per fractie. Aan de fracties zelf de opdracht om te regelen dat dat binnen de toebedeelde 10 minuten spreektijd, die staat voor de rest van de eerste termijn, ook gebeurt. Dat zal voor de heer Stoker en de heer Roedemaker geen al te grote opgave zijn. Maar voor de overigen wellicht nog wel enige regievragen. De gedachte is afgesproken dat we nu gaan schorsen om u in staat te stellen binnen de fractie zich voor te bereiden op zeg maar even datgene waar u de accenten zou willen zetten. U nu ongetwijfeld ook reeds voorbereiden restant eerste termijn. Maar daarbij nu rekening kunt houden met datgene wat de andere fracties in hun pitches hebben geaccentueerd. Of juist niet hebben genoemd, daar waar u dat misschien wel had verwacht. Dat kan natuurlijk ook aanleiding zijn om daar nog eens eventjes bij stil te staan en te zoeken naar de reden waarom dat dan misschien wel zou kunnen zijn. Kortom, de gedachte is dat de eerste termijn vooral verrijkt zou kunnen worden doordat u vooral als politiek gremium hier en met elkaar nog eens eventjes elkaar het vuur nader aan de schenen legt, in alle vriendelijkheid natuurlijk zoals we dat hier gewend zijn. En dat we de vergadering hervatten om 4:10. Dus u heeft daar nog even voor, maar verkijk u niet op de tijd. Dat blijkt in de praktijk altijd te kort te zijn. Maar ik verwacht u hier echt om 4:10 terug, kortom met een half uurtje. Tot dan schors ik deze vergadering. Goed, dames en heren, ik kijk even of iedereen weer in de zaal is. Inmiddels is het 7:00 geweest. 5 over zelfs. Een hele menigte zitten te popelen thuis achter het scherm. Wanneer u weer begint. De groep van Tineke gaat goed zijn. Kijk, dat vind ik een mooie mededeling van onze plaatsvervangend griffier. Tineke, onze griffier die in de revalidatie zit, die heeft meegekeken. Vindt dat u het goed doet. En groet u allen. Dus, mooi. En ik ben het met haar eens, overigens. Ja.
Mooi om te zien hoe dit nieuwe experiment zijn weg vindt. Ik constateer dat de leden van het college in ieder geval allemaal aanwezig zijn en alle raadsleden zijn ook weer terug. Als ik de heer Holt, ja, de heer Holt is, ja, nee, je zit precies in het verlengde van, ik ga mij herpositioneren. Ja, dan zie ik weer andere nadelen. Ja. Die Mulder hier vooraan, dat is het toch. Ik stel voor dat we weer de factor serieusheid een tandje opschroeven. En weer verder gaan waar we waren gebleven. Dus ik heropen de vergadering. We zijn doende met de eerste termijn van de kant van het college over het onderwerp de kaderbrief. Met de volledige breedte van onderwerpen die daarin zit. Dus dat is altijd al een gelegenheid bij uitstek om het over alles ongeveer te hebben. Dat blijkt ook wel een beetje, maar het gaat op een levendige manier. Dat hebben we ook vastgesteld. We stelden ook al vast dat dat zou kunnen betekenen dat portefeuilles zich toch een beetje moeten beperken. Enerzijds gegeven de spreektijd die ook van hen gevraagd wordt. We zijn inmiddels iets aan het uitlopen, maar dat lijkt me nog redelijk overzichtelijk. Ik ga nu wel verder met, ik denk de heer Huizing, gewoon het rijtje zo af. Namens het college, de heer Huizing. Dank u wel, voorzitter. En ik ben blij dat we allemaal weer gevoed zijn. Want hongerige wolven hier voor me, daar zit geen enkele portefeuillehouder op te wachten. Een hoop zaken zijn de revue gepasseerd, maar volgens mij heb ik ze allemaal enigszins kunnen bundelen in onderwijs, in verkeer, in duurzaamheid. En dan is er nog een kleine restcategorie met onder andere culturele gemeenten en fosmaten. En volgens mij, als ik dat allemaal bij langs heb gelopen, heb ik alles gehad. Ik begin maar met onderwijs, want daar is gelukkig weer heel veel over gesproken. En het mooie vind ik altijd wel dat onderwijs, hoewel we er niet zo gek veel over te vertellen hebben als gemeente, hechten we er wel ontzettend veel belang aan. Nou, dat blijkt ook eigenlijk uit iedere bijdrage vanavond wel. En vinden we er ook wel vooral heel erg veel van. Nou, dat is goed dat we in ieder geval goed in gesprek zijn met lokale onderwijs om te proberen om daar ook zoveel mogelijk van wat wij vinden te delen en dan samen te gaan kijken of we dan op hetzelfde spoor zitten. Ik begin maar met een opmerking die gemaakt werd vanuit de VVD-fractie over het basisniveau wat iedereen moet hebben. Nou, volgens mij een hele terechte. En zeker met taal is dat ook de reden dat wij inmiddels alweer 2 jaar geleden hebben gezegd. Wij vinden dat iedere peuter bijvoorbeeld dezelfde basiswoordenschat moet hebben. Dat was het onderwijs volledig met ons eens. Dat was de kinderopvang volledig met ons eens. Dus wij zitten met z'n allen zo ongeveer met een paar uitzonderingen aan de logo 3000. En het is nog te vroeg voor resultaten, maar ik ga er gewoon echt vanuit dat die daar gaan komen. Huisvesting nieuw vesten is al aan de orde geweest. Nou ja, volgens mij, ik ga niet herhalen wat ik in de commissie heb gezegd, want daar verwachten wij, of we merken dat gewoon heel de gesprekken heel positief gaan. En daar willen we inderdaad stappen mee maken in het najaar. Wat ik uit de bijdrage van de PvdA, en dan kom ik straks ook meteen bij de motie, die ook terecht aangaven van ja, eigenlijk wat nodig is, is dan ook een visie op aansluiting met MBO. Nou, wat mij betreft kunnen we dan nog iets verder gaan. Wat nodig is, en dat is voor ons ook een van de punten geweest in de gesprekken, is een brede visie op de positie van de nieuwe vesten als scholengemeenschap gewoon in de koe voor de samenleving. En dat merken we ook, dat de nieuwe vesten dat volledig onderschrijft, dat gewoon echt van essentieel belang is om ook gewoon aantrekkelijk te blijven voor leerlingen. En wat wij in ieder geval hebben geconstateerd dat wat we niet gaan bereiken, is dat wij, als we straks een plan presenteren, dat daar al meteen rekening wordt gehouden met een aantal lokalen of een gebouwdeel of wat dan ook voor het MBO. Omdat we eigenlijk nog niet zo ver zijn op dit moment.
Wat we wel merken is dat de nieuwe VEST heeft het in de gesprekken met de MBO aangegeven. We hebben dat aangegeven. We merken wel dat het MBO ervoor open staat om in ieder geval een koppeling op een aantal sectoren te gaan maken. Of dat dan ook gaat betekenen dat ze zich hier gaan vestigen. Dat is uiteraard onze insteek wel. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar waar wij in ieder geval met z'n allen op inzetten is, laat nou kijken of we meer MBO-studenten hier al naartoe kunnen gaan halen. Zeker als wij ons in de sectoren zijn al genoemd door de heer Blanke onder andere. En staan ook in de motie. Als wij ons op die sectoren toespitsen, waarbij zorg misschien nog niet zo heel specifiek is. Logistiek is dat wel een hele duidelijke waar hier echt een bundeling zit. Nou, als je daar nou met z'n allen is gewoon een soort cluster kunt maken, een fablab-achtig idee, dan kunnen we volgens mij heel ver komen. Dus als dat de insteek is van de motie, dan zou ik zeggen, dan gaan wij daar heel graag in mee. Een haalbaarheidsonderzoek echt, volgens mij voegt dat op dit moment niet zo gek veel toe. Of zou dat tot de conclusie leiden van ja, op dit moment is echt, zoals het hier staat, is nog niet haalbaar. Maar laten we dan eens kijken of we daar mooi langzaam naartoe kunnen groeien. Dan kom ik bij de motie over onderwijs en jeugdhulp. Ik denk dat collega Brink daar straks vanuit jeugdhulp ook nog wel het een en ander aan zou toevoegen. En daar meteen maar bij meenemen ook leerplicht / leerrecht. Omdat voor beide moties denk ik dat je de drie partijen nodig hebt die ook al genoemd zijn. Dat is namelijk het reguliere onderwijs, dat is het samenwerkingsverband, dan gaat het om passend onderwijs en dan is het om onze jeugdhulp. En ik denk inderdaad dat het heel goed is dat wij met elkaar op een wat gestructureerdere wijze elkaar weten te vinden. Zonder dat dat moet, zonder dat dat wordt voorgeschreven, maar gewoon omdat we met z'n allen zien dat we daar winst kunnen behalen. Dus ik denk bij... De motie over de samenwerking onderwijs en jeugdhulp. Volgens mij gaat collega Brink wel aangeven hoe die koppeling tot stand kan komen. Maar daar zijn de eerste gesprekken zijn erover gegaan en volgens mij is dat een hele mooie. En dan de vrijstelling van de leerplicht, het afschaffen daarvan. Op dit moment is sowieso de insteek dat we willen zo min mogelijk thuiszitters. En ik snap de motie heel goed. Want zo min mogelijk, dat betekent nog steeds dat er thuiszitters zijn. Die hebben we nu ook. We hebben op dit moment, of in ieder geval het afgelopen jaar, hadden we 13 kinderen te veel thuiszitten met een vrijstelling. Er waren er ook precies 13. We hadden ook nog 14 kinderen waar langdurig verzuim was. Die eigenlijk dus ook thuis zaten, alleen dan zonder de vrijstelling. Nou, volgens mij opgeteld zijn er 27 gewoon te veel die toch tussen wal en schip dreigt te vallen. Of die niet de kansen krijgen die ze wel zouden moeten krijgen. Dus wat mij betreft moet de insteek zeker zijn dat wij thuiszitters gewoon niet willen. Of dat nou met of zonder vrijstelling is. Daar moeten we gewoon op gaan inzetten. Of je dat dan overigens in lokaal onderwijsbeleid moet gaan vervatten. Volgens mij is dat niet de kern van de motie. Dus de kern van de motie zijn we het helemaal mee eens. Maar om daar meteen dan een lokaal onderwijsbeleid van te maken, ik weet niet of dat een handig is. Want dan kom ik ook eventjes bij ik sla hem nog even over. Komt zo. Ja, aan die kant wel. Ja, ik had even een kort non-verbaal onder onsje mevrouw Katerberg. Maar de heer Hoedemaker wil wel graag het woord. Dank u wel, voorzitter. De insteek van de motie is gebaseerd op de praktijk van dit moment, namelijk dat de trend is dat leerlingen met grote problemen nu in het kader van geen passend onderwijs een vrijstelling van de leerplicht krijgen. Terwijl het idee achter deze motie is dat er doorgezocht moet worden naar passende arrangementen voor deze leerlingen. Het gaat niet om zomaar iets. Dit is echt een trend die we zien. Volgens mij, voorzitter, heeft u heer Hoedemaker mij ook helemaal het tegendeel niet horen beweren. Want wij zien dat ook. Sterker nog, ik zie nog een aantal andere trends. Ook over bijvoorbeeld het aantal
kinderen wat naar het met name VSO gaat. Waarvan ik ook denk van nou, volgens mij staat dat echt heel erg haaks op passend onderwijs. En moeten we daar vooral met z'n allen naar gaan kijken. En dan gaat het inderdaad om de per kind gewoon de passende oplossing gaan zoeken. Met als inderdaad insteek, de kinderen moeten gewoon niet meer thuis zitten. En of het nou met of zonder een vrijstelling is, dat maakt helemaal niet uit. Goedemaak. Ja, maar heeft de wethouder daar juist niet de essentie van het beleid te pakken? Is dat geen beleid? Als we daarover eens zijn, dat het beleid gaat zijn, dan hoeft er wat mij betreft niet, zoals vanavond al een paar keer gememoreerd, een dikke beleidsnotitie aan ten grondslag te liggen. Maar als dat het uitgangspunt van het beleid is, dan zijn we tevreden. Zal de heer Stoker ook op hetzelfde punt reageren? Ik laat in dit geval maar even het woord aan de heer Hoedemaker, want anders gaan we dubbelingen krijgen. Dank u wel. Wat mij betreft, als we dat beleid noemen, wat mij betreft was dat meer de visie. En moet er aan de visie in actie gekoppeld worden. Maar volgens mij gaan we dan een discussie krijgen over wat de term is. En we willen hetzelfde, merk ik. Dus daar, volgens mij komen we daar helemaal uit. Heer Stoker, dan kan de heer Roedemakers een Dan ga ik toch nog even een aanvullende vraag stellen. Want wat wij natuurlijk beogen, is dat we met verschillende partijen die met kinderen te maken hebben, waaronder het onderwijs en de jeugdzorg, maar ook andere partijen, dat we dat gesprek aangaan, dat we die visie die we daarop hebben, en ik hoor de wethouder eigenlijk zeggen dat die visie niet wezenlijk anders is bij het college als wat in de motie staat, daar ben ik heel blij om. Maar daarin kunnen wij roepen in de woestijn zijn als we dat gesprek niet met elkaar aangaan. En onze oproep is, denk ik ook heel erg van, laten we nu ook die visie als het gaat om vrijstelling van onderwijs, dat we die niet meer afgeven. Dat is echt een fundamentele keuze die we ook als gemeente kunnen maken. Want we hebben natuurlijk gewoon toch met leerplichtambtenaren te maken. Ik heb liever met leerrechtambtenaren te maken, kan ik u verzekeren. Het zou erg fijn zijn om te kijken of we dat gesprek met elkaar zouden kunnen aangaan. En wellicht moeten we dat in brede verband doen. Ik hoor het woord niet graag noemen, boos even wel, maar met Emmen hebben we natuurlijk toch een aantal afspraken. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat we daar in deze regio in ieder geval ook het fundamentele gesprek over aangaan. Daar roepen wij toe op. Nou, een oproep die ik van harte wil gaan ondersteunen, daar ook actie in wil gaan ondernemen. Overigens, het onderwerp staat wel op de agenda en dat is inderdaad in brede verband. En we hebben een aantal samenwerkingsverbanden waar we in zitten of waar onze scholen in zitten. Dat maakt het niet gemakkelijker. Maar volgens mij is dat aan ons als gemeente dan in ieder geval, omdat wij met al die samenwerkingsverbanden te maken hebben, om te kijken of wij allemaal op één lijn kunnen komen te zitten. Volgens mij was dat alles over onderwijs, voorzitter. Dan kom ik bij verkeer. En bij verkeer zijn eigenlijk Twee punten aangedragen. Nou, de PvdA gaf onder andere bij het mobiliteitsplan aan. Kijk vooral naar een lijstje met knelpunten. Stel die op en voeg die in bij de begroting. Nou, volgens mij was dat inderdaad wat ik in de commissie ook heb aangegeven. Wat ons betreft niet alleen knelpunten, maar ook kansen. Maar gaan wij u bij de begroting informeren over wat wij voor het jaar daarop aan punten zien die we in uitvoering willen gaan brengen. Overigens is dat volgens mij sowieso al een redelijke gewoonte aan het worden. En dan bij verkeer, dan gaat het ook nog over de fietspaden. En onder andere de motie die er ook ligt. Nou, volgens mij is de kern is natuurlijk gelegen in de fietsnota. Die nog niet zo lang geleden door de raad is vastgesteld ook. En in die fietsnota hebben wij ook gezegd dat ik heb hem even opgeschreven. Onderzoek moet uitwijzen of het realiseren van een losliggend fietspad in plaats van markering of fietsstroken op de bestaande weg op een aantal plaatsen noodzakelijk is. We gaan onder andere onderzoek doen naar de fietsverbinding met Alderholt en langs de Schapendijk vanaf Zwelo. De fietsverbinding met Alderholt, een van de vragen die opkwam, maar meteen te beantwoorden, dan is het inderdaad de bedoeling tussen Aalde en Alderholt. En we gaan hem niet helemaal doortrekken, is in ieder geval niet ons plan. De onderzoeken lopen. De motie vraagt ook op van kom voor de begroting met het onderzoek. Of geeft in eerste instantie aan, geef prioriteit aan die aanleg. En in tweede instantie kom voor de begroting al met wat daarvoor nodig is qua kosten. Het eerste absoluut. Het tweede, dat kan ik wel zeggen, dat gaat gewoon niet lukken. Daar zitten we, ook als je kijkt naar de hele voorbereiding op de begroting, zitten we er veel te dicht op.
Wat volgens mij niet wil zeggen, want daar dat is volgens mij de achtergrond van de motie, dat als we het nu niet opnemen of niet bij de begroting al aanbieden, dat dan volgend jaar niet uitgevoerd kan worden. Volgens mij is die mogelijkheid er absoluut nog en dat is ook onze bedoeling. Want volgens mij waren we daar met z'n allen wel over eens dat dit twee fietstrajecten zijn die gewoon op een goede manier moeten worden uitgevoerd. Richt het onderzoek zich er nog op hoe we dat uitvoeren, maar dat moet gewoon op zo kort mogelijke termijn gebeuren. Heer Boy. Als de motie wijzigt in dat uitvoering plaats zal vinden in 2021, dan kunt u ze daarin vinden, neem ik aan. Dat zegt u tenminste. Het zal zeker in 2021 kunnen gebeuren. Nou, volgens mij waren mijn woorden iets anders. Waren die dat als we niet bij de begroting de kosten inzichtelijk maken en opnemen, dat het dan niet in 2021 kan gebeuren. Volgens mij de insteek, daar zijn we helemaal helder over. Dat is gewoon dat dat gaat gebeuren. Alleen, ik durf me daar nog niet helemaal op vast te leggen of dat gaat lukken. En dat heeft niks te maken met dat wij de wens niet hebben. Maar bijvoorbeeld als je gronden moet gaan verwerven, nou, dan wil je nog wel eens tegen problemen aanlopen. En we hebben, dat weten we in ieder geval, al niet alle gronden in eigendom op dat stuk. Dus dat soort praktische problemen, daar kun je gewoon tegen aanlopen. Neemt niet weg dat wij wel gewoon voor het eind van het jaar ligt het onderzoek er. En daar kunnen we gewoon meteen op gaan schakelen van en hoe gaan we dan richting uitvoering. Daar ook met uw raad over communiceren. En dan, wat mij betreft is het zeker de intentie om in 2021 uit te voeren. Dan kom ik bij duurzaamheid. Afval is het een en ander over gezegd. De heer Wilting gaf daar nog aan van op dit moment is het eigenlijk zo dat de serieuze scheider betaalt voor degene die een loopje neemt met afvalscheiding. Nou, voor een deel klopt dat. Hij betaalt voor het eigen restafval, maar dat is dan niet zoveel meer als hij het goed doet. En daarnaast ook voor dat van de rest. De afsluiting was geloof ik afval bestaat niet. Het is een reststof of grondstof. Nou, dat is ook helemaal de kern van de campagne Drenthe geeft het door die in Drentse verband gestart is. En ook over afval gaf de VVD-fractie nog aan van ja, hoe kan het dat bij belangrijke onderwerpen de raad pas in beeld is als het besluit al is genomen. Nou, volgens mij is dit nou juist de intentie om dit bij afval niet te gaan doen. En met u in gesprek te gaan, welke opties hebben we straks om daar wat mee te gaan doen. Dus ik herken heel erg het belang van het niet op het laatste moment komen met een voorstel waar u als raad alleen maar ja of nee tegen kan zeggen. Maar het gewoon echt samen met uw raad opwerken. Mevrouw Siebe. Dank u wel. Ik hoor wat de wethouder zegt, maar ik las toch wel in de kaderbrief al een behoorlijke voorschot op hoe we met het afval gaan omgaan. En ik hoorde zelfs de fractie van D66 al zeggen van nou, ik ben blij dat we naar Diftar gaan. Dus dat heeft mede te maken met mijn opmerking. Dus ik ga ervan uit dat we nog wel de onderzoeken krijgen en de rapporten gaan bespreken en dat we in de raad daar nog een beslissing over gaan nemen. U zult daar absoluut. Volgens mij is dat de enige manier waarop dat kan. Als ik een beetje terugga naar afgelopen behandelingen van dit onderwerp in de raad, dan is mijn conclusie in ieder geval wel dat een groot deel van de raad al heeft aangegeven van er moet gewoon wat anders, want met het huidige systeem gaan we het niet redden. Dus dat is in ieder geval de conclusie die we ook als college wel hebben getrokken. Maar welk systeem dat dan moet gaan worden, daar gaan we gewoon met z'n allen over in gesprek. En daarin heeft uw raad gewoon niet alleen het laatste woord, maar ondertussen of in het proces ook nog het een en ander te vertellen. Dan is er De heer Soppen. Dank je wel. Kan de wethouder dan toezeggen dat alle scenario's voorbij komen om te kijken hoe we het restafval, dus ook het nascheiden, of de combinatie van bronscheiding en nascheiding? Wat mij betreft kunnen we die mee gaan nemen, maar om aan verwachtingsmanagement te gaan doen, als uw raad serieus was over de vangdoelstellingen, en dat was u weet ik, dan gaan we dat nooit redden met nascheiding. Want nascheiding zit geen enkele prikkel in om wat dan ook uit het afval te gaan halen. Dus blijft de aangeboden hoeveelheid restafval altijd groot.
Het kan wel helpen om dat alles wat nog in de restafval zit, om dat er nog weer uit te krijgen. Maar dat kan nooit de oplossing zijn van het probleem om die vangdoelstellingen te halen. Ja, ik wil geen discussie uitlokken nu over de techniek, want daar gaan we dus nog uitvoerig over hebben. Dus, maar als de heer Soppen nog een andere opmerking heeft. Nee. Ja, nou ja, ik had het over en bronscheiding, een combinatie van bronscheiding en nascheiding. Hè. En die nascheiding die gaat dan met name om het PMD, want we hebben nu gezien dat we €400.000 extra moeten betalen omdat het PMD niet goed gescheiden wordt. En ik denk dat daar een oplossing zit om te zeggen, het PMD gaat in de nascheiding en alle anderen zitten in de bronscheiding. Als dat uiteindelijk ervoor nodig is om nog zoveel mogelijk grondstoffen over te houden, dan is dat volgens mij een hele goede optie. En die, wat mij betreft, laten we die zeker niet achterwege in de hele discussie. Dan de term draagvlak. En hij werd heel erg gekoppeld aan de beleidsregel zon op land. Dus daar, volgens mij stond daar in draagvlak en of de lokale binding. Dus daar is in ieder geval een toevoeging gegeven aan draagvlak. En nou, zoals u allemaal weet, inmiddels hebben we de 100 hectare die daar in stond, hebben we ingevuld. En we zien nu ook dat het begrip draagvlak inderdaad voor de verwarring zorgt die de VVD-fractie onder andere al aangaf. Maar ja, wat is dan die draagvlak en hoe ga je dat meten? En wat je nu ziet, en dat zie je onder andere in de rest, dat zie je in het klimaatakkoord, is steeds meer een discussie over de participatie. En dat houdt aan de ene kant in de procesparticipatie. Hoe neem je nou een omgeving gewoon op een fatsoenlijke manier mee? Als je met zo'n ontwikkeling bezig gaat. En aan de andere kant de financiële participatie. Dus hoe kan de omgeving investeren en mee profiteren van zo'n ontwikkeling? Dan hebben we nog de motie liggen. En de... Ik ga hem er even bij zoeken. De motie van PAK en D66 over de zonnepanelen op de gemeentelijke daken. Nou, zoals u weet, in de rest hebben wij een behoorlijke ambitie opgenomen als het gaat om zon op dak. 25% van de daken willen wij zonnepanelen op hebben, van de grote dakoppervlakte. En... we hebben ook als uitgangspunt in de duurzaamheidsvisie dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven. Dus ik denk ook in die discussie dat wij absoluut onze daken, uiteindelijk ieder dak wat geschikt is, zal vol moeten komen te liggen met zonnepanelen. De manier waarop we dat gaan doen, we zijn allereerst natuurlijk bezig met het energie neutraal maken van onze gebouwen. Of in ieder geval het kijken waar dat, hoe je dat verantwoord kunt doen. Daar bent u, daar staat ook al wat over in de kaderbrief. Daar gaan we de komende jaren mee bezig om dat op een dusdanige wijze te doen dat we geen geld weggooien. Maar daar zal nadrukkelijk ook gekeken worden wat kunnen we met daken. Wat mij betreft zou het een enorm goed uitgangspunt zijn om gewoon te zeggen, ieder dak van ons, wat ook maar enigszins geschikt is, komt gewoon vol te liggen. En hoe we dat dan gaan doen, of we daar... nou ja, de geld voor gaan inzetten om dan met leningen te komen. Of dat we zeggen van nou, ons dak is beschikbaar. En ieder die dat wil, en met een ieder bedoel ik dan vooral lokale coöperaties, verenigingen, noem maar op. Die kunnen daar gebruik van maken. Soms zullen we misschien iets meer zelf een actieve rol hebben. Soms zal dat vanzelf wel gaan komen. Maar het uitgangspunt voor ons is, al die daken moeten vol. Volgens mij was dat dan duurzaamheid. Dan heb ik nog culturele gemeenten staan. Daar, overigens, de CDA-fractie had over culturele stad, maar was natuurlijk gemeente. Wacht even, mag ik u even onderbreken? Want de heer Stoker meldt zich nog even, omdat hij denk ik over het vorige onderwerp nog wat heeft. Ja, voorzitter, dank u wel. Want de financieel-technische vraag over het revolverende fonds, die werd bewaard voor de wethouder Huizing. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn reactie. Ja. Alert, dank u wel, meneer Huizen. Ja, volgens mij een revolverend fonds is een prima mogelijkheid om mensen inderdaad die de investering niet zelf kunnen gaan dragen van zonnepanelen, om die wel aan de zonnepanelen te kunnen helpen. Gelukkig zien we ook dat wij dat niet alleen hoeven doen, dat zijn ook anderen die dat doen. Of je daarvoor dan de essentgelden als dekking moet inzetten, dat vind ik een hele andere discussie. Volgens mij is het veel zuiverder om te gaan zeggen van... als u raad een revolverend fonds wilt, en u weet dus een van
de zaken die we ook wel hebben opgenomen in onze duurzaamheidsvisie. Om te gaan kijken hoe kunnen we nou met name die of hoe kunnen we die energietransitie voor iedereen bereikbaar krijgen. Dan is dat volgens mij een hele goede optie om dat te gaan doen. Maar daar, wat mij betreft dus als u vraagt van de motie zegt van ga nou echt heel specifiek ernaar kijken of dat kan met die gelden en voer het in. Dan zeg ik van nou laten we dat nog even niet gaan doen. Maar die optie vind ik wel een hele serieuze om te gaan kijken of wij daarmee ook echt resultaat kunnen gaan boeken. Want volgens mij moet dat gewoon voorop staan. Culturele gemeente was ik al mee begonnen. Nou, de opmerking van de CDA-fractie. En terecht dat de VVD-fractie zegt van misschien dat het wel goed is om ondernemers aan concrete onderdelen te binden. Nou, volgens mij zit daar ook juist een hele mooie. En een ondersteuning hoeft niet altijd plaats te vinden in geld. Want dat is inderdaad voor sommige ondernemers misschien altijd al lastig en nu helemaal. Maar het kan ook op andere manieren, kan een ondernemer prima bijdragen aan toch het laten doorgaan van een evenement. Dus we gaan ons ook zeker niet rijk rekenen in bijdragen van ondernemers. Hoewel wij wel hebben gemerkt dat er zeker ondernemers zijn die ook zeggen van nou, wij willen gewoon echt wat. En dan misschien wel inderdaad als naam geven van een specifiek onderdeel. En in mijn restpartij had ik ook nog de arbitrage Vosmaat staan. Daar had de PvdA-fractie nog vragen over. Wat voor arbitrage is het? Het is een arbitrage van bij de, volgens mij heten ze de Raad Arbitrage voor de Bouw. In Utrecht zitten die. En wanneer de uitkomst, nou wij hopen eigenlijk dat we daar gewoon voor het eind van het jaar wel uitkomst in hebben. Omdat de arbitrage al een tijdje loopt. Er is net van gemeentezijde weer wat aanvullends opgestuurd. Daar mag nu weer op gereageerd worden. Dus wij hopen dat dat toch wel snel een keer tot een afronding kan komen. De heer Slomp. Ja, dank u wel, voorzitter. Is dat bindend? Volgens mij zijn al dit soort arbitrages altijd bindend. Dus als dat niet zo is, kom ik er bij u op terug. Maar dat is wel wat ik begreep heb. En tot slot, we hebben nog heel wat gehad. We hebben beleid voorbij horen komen, visie. En er kwam nog een mooi citaat over visie voorbij van de heer Hoedemaker. Of de heer Hoedemaker citeerde hem. Ik dacht, ja, dan heb ik er ook nog een hele mooie. Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie. Dank u wel voor deze overdenking nog. In de richting van de heer Hoedemaker en zijn collega's. Geef het woord aan de heer Brink. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal ook even een wat algemene dingen eerst benoemen en hopelijk beantwoorden. En daarna op de moties en amendementen ingaan. Allereerst werd wel breed gedeeld dat er bezorgdheid is over de financiële ontwikkelingen, zeker ook in het sociaal domein. We hebben, u hebt het natuurlijk de afgelopen weken, maanden ook in de pers kunnen zien, dat er diverse acties lopen van allerlei gemeentes tot en met provincies toe om gemeentes beter te financieren voor wat betreft het sociaal domein. Ook op andere terreinen overigens, maar met name het sociaal domein. Er zijn een aantal overschrijdingen die u ook gezien hebt in de jaarrekening. Onze zorg is met u daarover best groot, want er zijn overschrijdingen die wij gewoon domweg niet in de hand hebben als we het hebben over het abonnementstarief. Soms schiet een woord zomaar in weg. Want dan heb je het al zo vaak over gehad. Maar dat hebben we toch niet helemaal in de hand gehad. Voorzitter, maar wij delen de zorg. En daarmee zijn we er natuurlijk niet. Want dit college is dankzij een financiële behoorlijke discipline. En met u als raad als gedegen besluitvormer gekomen waar het nu staat. En er werd al aan geciteerd. We staan er financieel nou niet het beroerdst voor in Drenthe.
Maar we zijn niet arm, maar ook zeker niet rijk. En we moeten dus goed op onze portemonnee passen. En wij hechten zeer aan financiële hygiëne. En ook voor wat betreft het sociaal domein. Ik heb u in de commissie aangekondigd dat we met de begrotingsvergadering u ook de knoppen zullen tonen waaraan wij willen draaien om binnen onze budgetten ons werk te kunnen doen, zodat wij ook de bedoeling van de wetgeving in de praktijk kunnen brengen. En die bedoeling van de wetgeving is dat mensen goede zorg krijgen, goede ondersteuning krijgen. En daar wil dit college steeds voor staan. En dat betekent ook dat in het verlengde van al die goede bedoelingen, sport en verenigingen, en BBC refereerde daar al aan, dat die hard nodig zijn om daaraan te kunnen voldoen. En over de zwembaden heb ik u al gezegd, we laten ze zomaar niet vallen. Maar dat geldt in zijn algemeenheid voor de sport. Maar u weet ook, daar moet nog het een en ander in gebeuren. De Partij van Arbeid heeft het over de basisbaan gehad. Een idee wat nu bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in behandeling is. Maar het Rijk moet daar echt nog een mening over vormen. En zal daarin toch ook een aantal voorwaarden moeten scheppen om hem of in de participatiewet of in de nieuwe wet te kunnen presenteren aan de gemeentes. En ik weet met u dat er in Groningen een aantal proeven lopen. U hebt daar ook in de publiciteit van kunnen lezen. En in Groningen lijkt het heel veelbelovend, maar het Rijk zal hier echt nog eerst een uitspraak over moeten doen of ze daar werkelijk wat mee willen. Goed, dames en heren, volgens mij kom ik aan de moties toe. Als ik naar motie 2013 kijk, dan gaat het over de voorbereiding op omgaan met besmettelijke ziekten in de zorg. De Partij van Arbeid dient deze motie in. Ik begrijp ook, het college begrijpt, welke emotie dit heeft met zich mee heeft gebracht. Want direct toen de coronacrisis ook hier zijn intrede deed in deze gemeente, hebben we gezien hoeveel inwoners, en dan niet alleen de bewoners van zorginstellingen, maar ook inwoners, hier het leed hebben gevoeld, soms aan hun lijve, maar ook mentaal. Dat geldt niet alleen voor degenen die er wonen, dat geldt ook voor mantelzorgers en hun familie. Dus deze motie, die zou ik heel graag mee willen nemen. En als u de politieke steun geeft aan deze motie, dan helpt mij dat zeer. Want ik heb na de zomervakantie heb ik een overleg met het WWZ-beraad. Dat is het Wonen, Welzijn en Zorgberaad. Daar zitten alle partijen in die zich eigenlijk met deze motie wat aan de gang zouden moeten. Die heb ik bij elkaar en dan zal ik deze motie zeker inbrengen. Dus de voorzitter, als het college deze motie overneemt, is die dan aangenomen? En mag ik daarvan uitgaan dat dat dan de politieke steun heeft van een meerderheid? Want daar zou ik toch wel prettig vinden. Die conclusie trekken we aan het eind van de vergadering. Oké. Okay. Goed, voorzitter. Dan heb ik motie 2020-14. En die gaat over beleid van de jeugdhulp. Nou, mijn collega heeft er net ook al wat over gezegd. De samenwerking met het onderwijs. U hebt ook gerefereerd aan het onderzoek van de Rekenkamer. Daar komen we samen nog een keer op terug, denk ik, hier in deze samenstelling. Die wordt nog besproken. Maar vooruitlopend daarop kunnen we wel constateren dat we beleidsmatig nog een stapje bij te zetten hebben. Gelukkig is de uitvoering dik op orde en daar ben ik heel erg blij mee. Dat betekent ook dat je in kostenbeheersing enzovoort veel meer sturing hebt. Maar we hebben nog een tandje bij te zetten. En dat zou ook heel erg mooi zijn als we dat samen met het onderwijs zouden kunnen doen. Maar dan hebben we nog een hele stap te gaan. Want het onderwijs in Coevorden is niet eenduidig voor wat betreft hoe wij samen met de jeugdhulp de jeugdzorg in Coevorden nog beter vorm zouden kunnen geven. Ik zal u een voorbeeld geven. Binnenkort verschijnt, volgens mij staat hij al op de site, het GGD jeugdonderzoek, 1 keer in de 4 jaar. En Coevorden komt daar met cijfers die niet juist zijn. En waar komt dat door? Omdat de nieuwe vesten, en ik doe maar even naming en shaming, niet meegewerkt heeft aan het onderzoek. En we kregen dus verkeerde cijfers daarover. Dat is buitengewoon spijtig. Het openbaar onderwijs, elke directeur mag daar zelf bepalen of die ergens aan meedoet. Dus als wij daar iets in willen, en wij willen niks liever om samen met het onderwijs dat ene plan voor die jeugdigen, dat ene beleidsplan om als uitgangspunt te nemen, maar dan moeten we in dat
in dat voorwerk een enorme boel werk verzetten om te kijken of we tot een gezamenlijk plan zouden kunnen komen. Wij zijn daar best toe bereid, maar dat vraagt een enorme inzet van deze organisatie en op dit moment kan ik u die inzet niet garanderen. Meneer Soppen. Dankjewel, voorzitter. Je Brink zegt van Nieuw-Vest heeft niet meegewerkt. Is daar ook een reden voor dat ze niet meegewerkt hebben? De reden was dat ze ook al een poosje geleden met een ander onderzoek mee hadden gewerkt. Voorzitter, dat brengt mij toch tot de motie. Het college wil heel graag met het onderwijs, want dat is de vindplaats, samen met heel veel andere plaatsen, om tot dat gezamenlijke beleid te komen. Maar dat vraagt wel even tijd en aandacht. En ik vraag de indieners van de motie om mij die tijd te gunnen, want ik hou u heel graag op de hoogte. Want ook voor ons is dat een buitengewoon belangrijk punt. Hoewel we binnen het onderwijs op heel veel dingen wel dicht op zitten. En bij heel veel scholen vinden we daar een hele goede ingang. Maar het is niet zo dat we met het onderwijs, zeg maar, dat grote woord het onderwijs, zomaar een beleidsplan hebben. Want dan zal daar vooraf een enorme massageslag moeten vinden om dat met elkaar ook te doen. Dus, mevrouw Katerburg. Ja, ik begrijp dat ook, ik herken dat ook. Maar ik denk dat het wel helpt als we zelf visie maken en ook met iets meer concreets de boer op kunnen gaan. Want dat merk ik hier in de raad ook al. En dan wordt me gevraagd van wat is concreet, ligt het dus toe? En dan blijkt het helemaal niet zo ver van ons bedshow te zijn dan het wel lijkt. Dus dat zal wel helpen. Zeker, mevrouw Katerberg. En u hebt ook gezien in het rekenkamerrapport dat de bestuurlijke reactie is geweest dat we met dat beleid aan de slag zijn. Dat het beleid ook dit jaar waarschijnlijk nog wel voor een groot gedeelte af zal komen. En dat delen we natuurlijk altijd heel graag met u. Dus volgens mij wordt uw motie ingevuld. Maar een aantal stappen in die motie, die zijn nog wel heel erg zwaar te nemen. Maar ze zijn zeker de moeite waard om ze te proberen. Voorzitter, ik kom bij motie 2020-17. En die gaat over herstructurering schulden. Voorzitter, schulden en armoede is een groot probleem. En u weet ook dat we, u bent daar onlangs over geïnformeerd, dat we met een programma bezig zijn om de overerfbare armoede structureel aan te pakken. En dat is al een hele taaie klus die veel inzet van ons vraagt. En dat gaat dus ook wel over armoede in de breedte. Die herstructurering van schulden, die loopt nu een poosje in onder andere Nijmegen, als ik mij niet vergis. En die herstructurering schulden, dat betekent eigenlijk dat je aan schuldensanering doet. Wij volgen dat met heel veel plezier, in de zin van dat we die ontwikkelingen die daar zich voordoen, die volgen we, daar kijken we naar. En als dat hier voor ons een oplossing is, dan zullen we dat zeker doorvoeren. Dus dat heeft zeker onze aandacht. En als u de motie aanneemt, vind ik het prima. Als u hem niet aanneemt, doe ik het toch. Dan kom ik bij motie 2020-19. En die gaat over motie armoedebestrijding. Daar wordt gevraagd van, aan het college dat de wettelijke mogelijkheden voor werken met behoud van uitkering ten volle worden benut. Nou, voorzitter, deze worden ten volle benut. Sociale activering, vrijwilligerswerk, proefplaatsing, werkstages. Voorzitter, dat is, volgens mij benutten we die ten volle. Maar als er nog andere suggesties zijn die wij in de krochten van de participatiewet niet hebben gezien, dan horen wij die graag. Een pilot starten voor 50 inwoners voor een basisinkomen. Voorzitter, er zijn diverse pilots geweest in Nederland. Die waren niet succesvol. De mogelijkheid voor een pilot heeft het departement afgesneden en de minister staat geen pilots meer toe, als het al zo was dat u dat zou willen. Dus deze raad ik af. Volgens mij, voorzitter, ben ik er door. En binnen de tijd. Kijk. Dus heel mooi, meneer Brink, dank u wel. Maar meneer Hoedemaker was nog niet klaar met u. Gaat u gang.
Ik vind het heel mooi om te horen dat de wethouder linksom of rechtsom toch aan de slag gaat met het herstructureren van schulden. Althans het onderzoeken of dat hier of dat mogelijk is. Betekent dat dus ook dat u aanhaakt bij het Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden? Nou, dat onderzoek moet natuurlijk uitwijzen of dat nuttig is. En als dat nuttig is, zullen we dat zeker doen. Ja, dank u wel. Ja, de heer Slomp. Dank u wel, voorzitter. Even terug op het onderwerp basisbaan. In feite geeft u aan, daar hebben we eerst van de Rijksoverheid nog wat slagen nodig voordat dat binnen onze mogelijkheden komt. Dus wordt hem zo niet. Maar ik kan mij misschien ook wel wat creatieve vormen rond een basisbaan of rond langdurige maatschappelijke inzet met toch iets aanvulling op het inkomen, op de bijstandsinkomen voorstellen. Heb u daar dan ideeën bij? Dat is een totaal nieuw onderwerp en dat is een buitengewoon interessant onderwerp. Maar en ideeën heb ik daarbij. En ik wil ze ook hier wel even met u delen. Binnenkort worden wij verantwoordelijk voor integratie. Integratie van onze nieuwe Nederlanders. En daarin zijn we aan het verkennen of we daar een integratiebaan of een basisbaan voor kunnen creëren, zodat we taal en werk heel goed kunnen combineren, wat de meest gunstige combinatie is om de taal in Nederland goed te leren. Dus dat zijn wel de ideeën die we daarover hebben. Een extra inkomen voor mensen die nu redelijk perspectiefloos altijd op een heel laag inkomen zitten. Die gaan we delen met de mensen die we bemiddelen naar vrijwilligerswerk toe. Om de organisaties die deze mensen als vrijwilliger een mooie taak bieden, om die ook een vrijwilligersvergoeding te laten gaan. Zodat er ook in de toekomst wat meer perspectief is op een kleine aanvulling op het inkomen wat al zo minimaal is. Mevrouw Vissering. Ja, even een vraag daarover. Is dat een lokaal initiatief of wordt dat breder gedragen buiten de gemeente Coevorden om? Zo creatief was nog niemand, dus wij zijn de enige, geloof ik. Meneer Stoker. Ja, voorzitter. Ik heb gevaar dat ik misschien deze vraag die ik nu ga stellen in een andere termijn moet doen. Maar ik ga hem toch even stellen. Ik heb in mijn pitch gewacht gemaakt van de kansen die corona bieden ook zeg maar, in de zorg, met name de technische aspecten. Nou weet ik eigenlijk niet of ik bij de portefeuillehouder techniek moet zijn of bij de portefeuillehouder die gaat over het sociaal domein. Maar volgens mij ging die vooral over het sociaal domein. De vraag was die we hebben gesteld of de ervaring en de kennis die is opgedaan tijdens corona door onder andere gemeenten en zorgpartijen, hoe we die op een goede manier kunnen samenbrengen en beter kunnen benutten om uiteindelijk wellicht ook tot kostenreductie te komen op het sociaal domein. Hij staat geagendeerd op dat WWZ-beraad waar ik aan refereerde. Dus hij staat op de agenda. Daarmee alle onderwerpen gehad hebbende van de heer Brink. Ik constateer dat alleen deze ondergetekende portefeuillehouder nog resteert. Het is inmiddels 7:50, zeg ik ook maar eventjes. En we hadden voorzien dat we om 7:30 zouden beginnen met de tweede termijn van de raad, nadat u de gelegenheid heeft gehad om zich te beraden over de reacties van de zijde van het college. Dus ik zal het beknopt houden en volgens mij kan dat ook. Want er zijn een beknopt aantal onderwerpen, wat mij betreft, die binnen mijn portefeuille of verantwoordelijkheid vallen. Ik zeg dat ook bewust zo, omdat er een opmerking viel bijvoorbeeld over, ja, er worden belangrijke besluiten genomen zonder dat de gemeenteraad daar over gaat kennelijk. Kijk naar mevrouw Siebe. En ik vind als voorzitter van uw raad dat ik dat dan toch ook moet bestrijden. Omdat het allereerst natuurlijk dan in strijd zou zijn met het mandaatbesluit wat u zelf heeft vastgesteld. Namelijk wat bepaalt wat het college geacht wordt te doen in uw naam. Maar wel voor haar eigen verantwoordelijkheid ook. En wat u zelf hier op tafel wenst te hebben. En dan zou het goed zijn om, dan zou mijn voorstel ook zijn om dat te betrekken bij de afspraak die we in de commissieverband ook hebben gemaakt. Net toen het ging over het verzoek vanuit mevrouw Katerberg, wat breed werd ondersteund, om eens met elkaar fundamenteel stil te staan bij de vraag hoe we dit soort belangrijke thema's, want daarover verschillen we echt niet van mening, hoe we die op een zodanige manier kunnen voorbereiden in de gesprekken, dat er ook een politieke afweging aan de orde kan zijn. Ook al gaat het college erover, laat ik het dan maar zo zeggen. Dus dat lijkt me toch wel een relevante nuancering.
Ja, mevrouw Visseling. Ja, ik wilde inderdaad, ik ben heel blij dat dat inderdaad met elkaar besproken wordt. Want waar het ook om ging, is inderdaad, we hebben laatst de APV besproken. Wij hebben daar gesproken over, over de aanvraag van vergunningen voor evenementen. Daar werd gerefereerd aan een bijeenkomst die op 2 maart 2020 in Sleen is gehouden met betrekking tot evenementenbeleid. En onlangs werden wij als VVD-fractie geconfronteerd met een mailing waarin stond inderdaad dat het evenementenbeleid al vastgesteld is. En daarom zeggen wij dat inderdaad ook. En nu zien we het inderdaad als brief staan op de vergadering in september. En het zal aan ons liggen, maar naar aanleiding van het themabijeenkomst die gehouden is over evenementenbeleid, hebben wij in ieder geval begrepen dat het evenementenbeleid via de raad zou gaan en dat wij daar met elkaar over in debat zouden treden. En daarom verbaast het ons dat het nu als brief, als ingekomen stuk, op de vergadering staat in september. Oké, het is goed dat u dan even man en paard noemt, hè, over welk onderwerp het precies gaat. Dat is ook wel een mooi voorbeeld, hè, wat het mooi illustreert. Want de beleidsregels rondom evenementen zijn inderdaad formeel gesproken een bevoegdheid college. Dan wel, zelfs nog erger, het bestuursorgaan burgemeester. Hè, omdat er allerlei openbare orde en veiligheidsaspecten aan verbonden zijn. Dus het vraagt eigenlijk twee besluiten, zowel van mij als van het voltallige college. Dit onderwerp laat mooi zien, he, dat het af en toe ook ingewikkeld is. Want we zijn voor wat betreft de meest gewenste procedure ook een beetje in de wielen gereden. Door het feit dat het kabinet inmiddels heeft gezegd van ja, evenementen vanaf 1 september, dat gaan we niet meer doen. We gaan vanaf 1 juli al, dus we hebben wel erg veel behoefte aan in ieder geval een formeel kader. Dat doet niks af van het feit, he, dat ik graag wil honoreren de behoefte om over dat evenementenbeleid zoals dat nu gehoord hebben de inspraak of het draagvlak, daar kom ik zo meteen nog wel even op terug, dat we daarover te spreken kunnen komen. Want een beleidsregel, dat is even goed om te beseffen, ook al wordt die door het college en dan wel de burgemeester vastgesteld, dat betekent ook dat er heel veel flexibiliteit in zit. Dus dat die, als we met elkaar tot de conclusie zouden komen, het is niet passend, zou het niet verstandig zijn om hier of daar een aanpassing te doen, dan kan dat eigenlijk de week erop al plaatsvinden. Dat is ook wel goed om even in het achterhoofd te houden. Maar goed, even terug naar de grote lijn, want anders dan, denk ik, dan doen we geen recht aan het onderwerp van de kadernota. U mag van ons verwachten dat we invulling geven aan die toezegging, zoals ook inderdaad na aanleiding van de discussie donderdagavond wordt geagendeerd via de driehoek tot voorstel leidt. En volgens mij staat er al zelfs al ongeveer een datum waarop we dat met elkaar bespreken. Dat even over wat meer als voorzitter van uw raad, dan als portefeuillehouder. Het is goed om te horen dat er het nodige over dienstverlening en de interne gerichte onderwerpen is gezegd. En ik zeg dat ook eventjes niet vanuit de behoefte om dat te becommentariëren of daar wat van te vinden. Want ik denk dat we allemaal wel eens zijn over de richting en de belangstelling voor de klantreizen en de opbrengst en wat dat ons oplevert. Dat is natuurlijk ook van belang. Dat pleziert mij natuurlijk ook. Maar er zijn ook een aantal onderwerpen vanavond langsgekomen waarvan ook de portefeuilles wel blijk van gaven. Dat sommige dingen ook gewoon erg afhankelijk van de mate waarin u uw vraag inkleurt als raad, gewoon domweg ambtelijke productie vragen en ambtelijke productie mogelijkheden vragen. Dat is wel een zaak die gewoon in de praktische zin meespeelt. Daar helpt corona niet echt helemaal bij. Ik schrijf het ook niet allemaal op corona. Zo is het ook niet, want er wordt natuurlijk ook al gewoon thuis productie geleverd. Daar hoeven we ook echt niet over te klagen. Maar het is wel een belemmerende factor. En het is zeker een belemmerende factor wat mij betreft, en dan is er ook een zeker bruggetje naar het onderwerp over het verbindend besturen. Als het gaat om de ambities die we hebben om heel veel van die producten ook in die samenspraak tot stand te brengen, die nou eenmaal heel erg praktisch, we hebben dat gewoon de afgelopen maanden daadwerkelijk ook zo beleefd. Er ligt een stapel met onderwerpen op tafel die je heel graag met elkaar op eenzelfde soort manier, die we met vertegenwoordigingen van plaatselijk belang op allerlei plekken in de gemeente onderwerp van gesprek zou willen maken, alvorens we daar conclusies over gaan trekken. Zo hebben we dat met elkaar steeds gewild en zo staat het nog steeds boven tafel.
Maar dat is in de praktijk wel lastig en dat breekt zich. Hè. Bijvoorbeeld ook zo'n dat veelgenoemde traject om tot een toekomstvisie te komen. Een toekomstvisie waar we eerder deze vergaderingen over spraken, waarvan je zei, ja, dan zou het goed zijn om daaraan ook de mogelijkheid van de instrumenten die we hebben, bijvoorbeeld zo'n herstructureringsfonds of een visienota of een bepaald deelaspect, om die daar ook ondergeschikt aan te maken of zelfs dienstbaar te maken aan wat je met elkaar daar ophaalt. Dat zou echt een verbindende benadering zijn van hoe gaan we met elkaar onze gemeenschap verder vormgeven en wat voor instrumenten hebben wij dan als gemeente om daar onze rol in te nemen. Dat is wel een factor, hè, dus daarom noem ik toch het onderwerp interne, de interne organisatie en de beschikbare mogelijkheid daar nog even toch wel als, in ieder geval voor mij en voor ons college, een belangrijk aandachtspunt. Soms willen we ook gewoon meer dan in de praktijk kan worden waargemaakt. En ik ben er niet zo warm voorstander van om dan maar externe hulptroepen in te schakelen die de context vaak niet kennen, die de voorgeschiedenis niet kennen, standaard producten genoeg op de plank hebben liggen, maar waar we niet altijd wijzer van worden. Hè. Dan doen we het ook niet helemaal optimaal. Dat over het stimuleringsfonds nog het nodige andere is gezegd. Er ligt ook een motie. En ik moet zeggen, dit vind ik een hele plezierige motie. De vraag was ook even, hoe gaat dat dan, hoe moet dat dan ook verder kunnen komen? Sturen we dat van bovenaf of vanuit onderop? Was een van de opmerkingen van de heer Holtis. Eigenlijk is het een combinatie van beide. Ik zou niet willen voorstellen om voor een van beide te kiezen. Maar juist dat onderwerp waar de motie over gaat, gaat natuurlijk over datgene waar we vaststellen dat het van onderop niet komt vanzelf. Dat we van bovenaf enerzijds kennelijk meer moeten faciliteren dan we doen tot op heden. En ook tegelijkertijd zorgen dat we het niet overnemen. Maar inderdaad maximaal erop sturen dat toch weer die beweging van onderop alsnog voldoende aangesterkt wordt. Om toch in beweging te kunnen komen en haar eigen ontwikkeling door te kunnen maken. Nou, in die balans is het natuurlijk continu zoeken. Ik ben wel heel blij dat u in de motie, ook met een brede steun, is mijn beeld gehoord, de eerste bespreking, neerlegt dat daar echt inderdaad nog een invulling op zich laat wachten. Dat realiseren we ons ook, want dit onderwerp is niet nieuw natuurlijk. U weet, daar hebben we het eerder over gesproken. Dat is ook een van de aanbevelingen of een van de punten die het rapport buitenspel natuurlijk blootlegde. Van, hey, hier zit wel een vraagstuk. Nou, dat vraagstuk is zoals ik zeg, niet onopgemerkt gebleven. Dus er wordt intern ook druk gewerkt aan hoe gaan we dat dan vervolgens doen. Nou, deze motie doet een aantal uitspraken die ons, wat dat betreft, die we herkennen. En die ons ook helpt om daar verder mee te kunnen komen. Dus wat mij betreft een positief advies over de motie. Daar moet er nog een uitspraak van u allemaal over komen, maar dat komt dan wel goed. Er is wat mij betreft dan, ik heb gehoord dat de heer Hoedemaker nog een aantal zaken in zijn, met name zijn pitch had geschreven die er niet heeft uitgesproken. Ik weet niet hoe ik dat politiek moet duiden. Maar laat ik dan maar zeggen dat wat mij betreft er veel kan, ook in de organisatie van uw werkzaamheden, maar u gaat daarover. Natuurlijk wel binnen de mogelijkheden die de gemeentewet aangeeft. En ik meende dat er ergens een suggestie doorklonk in wat u opgeschreven had. En dat heeft dan misschien te maken met het feit dat u dat wel opschreef, maar niet uitsprak. Wat misschien toch wel een ingewikkelde zou zijn om dat in lijn te brengen met het wettelijk bepaalde. Dat hoeft geen politicus te belemmeren overigens. Dat weten we uit de praktijk. We praten natuurlijk over landelijke voorbeelden, niet lokaal. Maar het is wel van belang om het even mee te nemen, want we zijn hier van de ordentelijke besluitvorming, lijkt mij. Goed, last but not least, misschien plaatsvervangend voorzitter. Dat is mijn kleine duit in het zakje als het gaat om de begripsverwarring rondom draagvlak. Waarom spreken we daar steeds over? Het is denk ik terecht, dat is vastgesteld, van ja, daar moeten we misschien wel wat meer helderheid over verschaffen. Wel nu, ik heb mijn eigen wijsheid daarin is de volgende. Inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Dus het draagvlak kun je niet meten. Het draagvlak moet je doen. Het is die inspanning die herkenbaar moet zijn voor degene met wie je te doen hebt. Maar het moet ook mogelijk zijn, en de heer Slomp verwees daar nog naar, dat de overheid soms ook gewoon bepaalde resultaten moet leveren. En zich moet inspannen om daar maximaal draagvlak voor te ontwikkelen. En tenslotte is het dan toch ook wat het moet zijn, omdat er nou eenmaal een grotere opgave ook op ons bord ligt. Ik denk dat als je er zo naar kijkt, naar draagvlak, dat dat
inderdaad wat meer perspectief biedt dan alleen maar de vraag, ja, waar hebben we het dan over, hoe ziet het dan, hoe druk je dat uit in een cijfer en wat is dat cijfer dan en wanneer ga je dan over tot wat doen of niet doen? Nou, dat hoort mij dus eigenlijk zeggen, zo kijk ik er niet naar. En zo kijken we volgens mij bij heel veel processen in de gemeente er niet naar. We kijken er nadrukkelijk naar als een proces, wat helemaal past binnen verbindend bestuur, om dat ook na te streven. En het is het oordeel van de samenleving natuurlijk uiteindelijk om te vast te stellen of dat in voldoende mate ook gevoeld is als inspanning, herkenbaar is. En daar hebben we echt nog wat te doen. Daar hebben we geen misverstand over wat mij betreft. Goed, voorzitter, daar zou ik het wel bij willen laten. Dan, ja, de heer Blanke. Oh, sorry. Dank u wel, voorzitter. Ik zou nog graag de vraag rond de jongerenraad beantwoord zien worden. Ja, die vraag die hing nog een beetje inderdaad. Hè, want het was inderdaad ook uw vraag van, ja, maar waar hoort hij nou precies, door wie wordt hij nou geadresseerd? U weet, de jongerenraad is voor een deel ook wel een beetje het euvel aan de orde waar we het net al even over hadden. De afgelopen maanden waren er wel een paar gedachten over waar we de jongerenraad concreet aan tafel zouden willen hebben. Waar dat niet is gebeurd. Omdat allerlei processen anders liepen dan ze gedacht waren te lopen. Inmiddels liggen er een aantal producten op tafel waarbij de jongerenraad nadrukkelijk een positie heeft. Eigenlijk is het wachten. Of op een andere vorm dan de fysieke ontmoeting. Maar we waren natuurlijk aan het koersen, zoals gezegd, op weer gewoon een fysieke ontmoeting met een inhoudelijke agenda van de jongerenraad. Er is bij ons geen twijfel, mocht dat de aanleiding voor de opmerking of de vraag zijn, dat wij in de jongerenraad een mooi instrument hebben die de stem van een deel van de jongeren, laten we dat ook met elkaar vaststellen, een deel van de jongeren, maar niet een onbelangrijk deel van de jongeren, dat die op deze manier voor ons ten dienste staat. En juist het feit dat het een wat flexibele vorm heeft, past ook heel goed, denk ik, bij een aantal opgaven die zich de komende periode nog zullen aandienen. En dat biedt ook de mogelijkheid, want dat vind ik nogal belangrijk, dat hebben we ons ook gerealiseerd, dat de wetenschap is, de jongerenraad, die gaan op een gegeven moment, er zijn nog steeds jongeren, deel van onze jongerenraad, die niet meer in de gemeente Coevorden wonen. En je zou kunnen zeggen, is dat niet een bezwaar? Nee, dat is juist misschien wel een groot goed. Zo zijn we geneigd ernaar te kijken, omdat op die manier de doelgroep jongeren, met een inclusieve overweging om de stad te verlaten of de gemeente te verlaten en uiteindelijk toch nog een vorm van betrokkenheid te willen etaleren, dat die eigenlijk alleen maar heel positief is en ertoe kan bijdragen dat inderdaad ook in het omgang met andere leeftijdsgenoten het beeld ook versterkt wordt van hey, dit is hoe je eigenlijk ook met die doelgroep om zou kunnen gaan. In de rug van de heer Slomp zit de heer Stoker, die vraagt om het woord. Ik geef het hem. Dank u wel, voorzitter. Omdat ik volgens mij nog geen antwoord heb gehad op de vraag, denk ik dat het toch om verbinden gaat of om evenementen. Maar we hebben een suggestie gedaan voor het komend jaar om samen met inwoners het nieuwe jaar en de culturele jaren te gaan vieren. Mits dan corona allemaal kan en noem maar op. Ja. Ik kijk ook even naar de heer Huizing, want die gaat natuurlijk over het culturele jaar. Kunnen we dat voor de tweede termijn nog even meenemen? Want dan moeten we dan misschien even afstemmen. Want ik zou sowieso, de eerste reactie zou wat mij betreft zijn, als wij pas halverwege het volgend jaar starten met culturele gemeente, dan kunnen we dat niet met nieuwjaar al gaan vieren met een, daar zit al een vraagstukje. Ja, maar ik vind de creatieve gedachte, laat ik zo zeggen, en de gedachte om samen wat te doen, dat zit volgens mij volop in het uitgestippelde beleid. Goed, ik stel voor dat we het bij deze eerste termijn van de zijde van het college nu houden. En dat we inderdaad met elkaar even kijken. Het is nu 8:04. Ik zei het al, er was voorzien dat we nog tijd voor onderling beraad zouden hebben om u in staat te stellen als fracties de tweede termijn, met iedere fractie 5 minuten, op te dienen. Hoeveel tijd denkt u dat u daarvoor nodig heeft? Een half uur? Want het was eerst bedacht natuurlijk dat u daarbij en het eten zou tot uw beschikking hebben en plus nog een half uur. Als we nu zouden kunnen zeggen, nou we redden het wel in een half uur. Dan zouden we kunnen zeggen, nou 8:30, zo rond 8:30 zal iets later worden. Kunnen we weer hervatten? Zullen we dat pogen? Prima, dan schors ik de vergadering.
gaandeweg de route zijn ingediend en overeind zijn gebleven. Sommige kan de conclusie worden getrokken. Nu al denk ik van nou, het college neemt die over. Staat er zodanig positief in. Dat kunnen we wel breed de eindstreep van verwachten. Ander ligt dat wat genuanceerder misschien. Moeten we allemaal wel kunnen ophalen aan het einde van de bespreking in tweede termijn. Dus tweede termijn van de kant van de raad nu, 5 minuten per fractie. Dan is er weer de gelegenheid om een korte schorsing. Desgewenst, die is althans in ieder geval in de tijd voorzien. Weer een half uur overigens. Maar minder is natuurlijk altijd goed. Nog even een korte ronde van de kant van het college. Reagerend op datgene wat er in de tweede termijn is aan de orde is geweest. En dan zou inderdaad de finale conclusie wel moeten worden getrokken. Om tot besluitvorming over te gaan. Wat ligt er dan precies voor ter besluitvorming? Het besluit, het gemeenteraadsvoorstel over de kaderbrief natuurlijk. Maar wat van de moties en ligt er dan nog in welke vorm op tafel? Zijn daar onduidelijkheden nog over? Moet ik daar nog even over hebben? Nee? Goed, dezelfde dan de tweede termijn van dezelfde, in dezelfde volgorde. Dus ik kijk als eerste weer naar de heer Boy. Uw 5 minuten gaat nu in. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik denk dat het beste is dat we even toch de moties allemaal bij langs gaan. Eens kijken wat we daarvan denken. De besluitvorming komt straks nog, dat ben ik me zeer bewust. Dus ik zal niet misschien bij alle moties zeggen of we voor of tegen zijn. Maar in ieder geval wil ik met de nummering maar in volgorde beginnen. En dat is motie 2020-07, de fietspaden. We hebben de wethouder gehoord, wel in het achterhoofd dat het onderzoek naar de, of de, het wachten op de fietsnota, dat heeft ook ruim 2 jaar geduurd. En ik weet niet of de wethouder dat helemaal kan halen. Die motie willen we aanhouden, want wij vinden dan maar dat de wethouder minstens de ambitie moet hebben om dat voor elkaar te krijgen. En hij wil dat zelf ook wel even toegegeven. Herstructureringsfonds. Sorry, meneer Boy, mag ik u even onderbreken? Ja, want dan heb ik het kennelijk niet helemaal goed begrepen. Maar in de eerste termijn, eerste ronde van de gemeenteraad, werd volgens mij juist deze motie over die fietspaden aangekondigd, maar nog niet ingediend. Heb ik dat verkeerd begrepen? Was hij wel ingediend? Want als hij niet is ingediend, dan hangt hij nog steeds boven de markt, zou je kunnen zeggen. Maar dan hoeft u hem niet aan te houden. Nee, dan dienen we hem bij deze in. Moet ik hem daar ook nog voorlezen? Dat is wel het punt. Want er is wel over gesproken, maar hij is nog niet in die zin ingediend dat ook de, voor de verslaglegging vast ligt waar het nou precies over gaat. Goed, voorzitter. Kost u wel 5 minuten, hè? Dan. Ja, nee, de tijd staat stil nu. Voorzitter, gaat om de volgende motie. De aanleg van fietspaden. De Raad van Koevoorde in vergadering bijeen op 30 juni 2020. Constaterende dat in de fietsnota onder meer is opgenomen dat onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van, het fietspad Gelpenberg-Aalderholt en voor het aanleggen van een fietspad langs de Schapendijk tot de Broekstukkenweg, gezien uit de richting Zwelo. De aanleg van deze fietspaden duidelijk in de behoefte voorziet, want er is sprake van gevaarlijke situaties voor fietsers. Er in 2020 onderzoek gedaan wordt is naar de haalbaarheid van deze fietspaden, overwegende dat fietspaden belangrijk zijn voor de veiligheid en recreatie. Door veilige fietsverbindingen het gebruik van de fiets wordt bevorderd, draagt het college op prioriteit te geven aan de aanleg van de fietspaden Gelpenberg en Schapendijk. De financiële consequenties voor het realiseren van beide fietspaden mee te nemen in het programma begroting 2021 en gaat over tot de orde van de dag. Dat is de motie. Daarmee stelde, dank u wel. Die houden we dus aan, zoals gezegd, en ik had al eerder gezegd, wij vinden dat het ontwerp van de fietsnota al heel lang geduurd heeft en dat de wethouder wel de ambitie heeft om dit te gaan doen, dus die blijft staan. Herstructureringsfonds, de motie, die hadden we wel ingediend. Ik geef eerst de gelegenheid nog even de heer Hoedemaker. Ik kreeg de indruk dat de heer Boy van plan was hem in te dienen, maar hij zegt nu dat hij hem aan gaat houden. Nee, ene helder, de voorzitter heeft gevraagd, dien hem eerst in voordat u hem kunt aanhouden. Dat heeft hij gedaan en vervolgens heeft hij gezegd, deze motie willen we dus aanhouden. Nou, daarmee is hij ingediend en aangehouden. Dank u wel voor de toelichting. Het herstructureringsfonds, we hebben de wethouder aangehoord en hij heeft eigenlijk een toezegging gedaan. Als niet zo is, dan hoor ik het zelf wel van hem, maar dat hij in grove lijnen zal proberen te voldoen aan wat er gevraagd wordt. Die motie laten we wel staan. De woonvisie.
Dat is, we zijn het eens met de inbrenger plus wat de portefeuillehouder er ook over gezegd heeft. Dus die komt dan in de stemming aan de orde. Motie MBO, 2020-10 is dat. We zijn het wel eens met de motie, maar we hebben begrepen eigenlijk dat de wethouder wat tijd nodig heeft. Dus wellicht is het een overweging om die motie aan te houden. Meneer Blanke. Ja, dus misschien even goed om een reactie te krijgen. In de schorsing hebben we even contact gehad met de portefeuillehouder. En die gaf aan dat het. Toen zijn we tot de conclusie gekomen dat het handig is om deze aan te houden. Dus dan brengen we hem vandaag niet in stemming. Dus daar kan nu even een streep door voorlopig. Dank voor de toelichting, meneer Blanke. Want dat is ook voor de andere fracties dan helder. Dan kom ik aan 2020-13, zorgcentra. Corona-maatregelen om een voorzorgmaatregel te nemen, dat vinden wij een positieve motie. Ook gezien alle gebeurtenissen, wel even de emoties, maar daar kunnen we wel in vinden. 2020-16, stimuleringsfonds. De portefeuillehouder zelf vond het een heel sympathieke motie. En wij waren er ook wel voor te porren, dus dat komt wel goed met de stemming. 2020-17 krijg ik dan de herstructurering schulden. Daar moet ik nog even over denken. De wethouder gaat mee, dacht ik. Het gevoel is om mee te gaan, maar daar moeten we even de stemming aan wachten straks van ons. 2020-18, duurzaamheid glasvezel op daken. Daar zijn we in principe op tegen, omdat. Ja, ik zag de heer Roedemaker wel, maar ik nam aan dat hij alvast een voorschot nam om te reageren op wat de heer Bouwie nog moest gaan zeggen. Roedemaker. We zijn erop tegen, dus dan moet u zeggen. Nee, voorzitter, ik ben erg benieuwd hoe ik de fractie van de heer Bouwie, BBC, nog verder over de streep kan trekken. Of misschien iets moet verduidelijken, dat doe ik graag. Nou, op dit moment heb ik daar geen behoefte aan, meneer Roedemaker. Dus ik ga er maar even verder. We zijn erom tegen en het is eigenlijk zo omdat we met de rest eigenlijk al behoorlijk goed op schema zitten. Wij hoeven geen koploper te zijn, heeft u van onze partij wel eens vaker gehoord. En we hoorden ook dat de wethouder, die is al bezig met glasvezel op daken, dat project. Zonnepanelen, glasvezel op dak, zonnepanelen. Hoedemaker nog even, dat gaat niet over de zonnepanelen, maar Hoedemaker. Nee, dit gaat inderdaad niet over de zonnepanelen. Ik had het over de vorige motie. Daar reageerde ik op uw twijfel. Ik dacht van, moet ik daar nog iets toelichten? Dat bood ik aan, over de herstructurering van schulden. Oké, dan dacht ik dat u het nog over de vooruitliep over de zonnepanelen op daken. Maar dat was niet het geval. Zegt u het maar even. Ik geef u de gelegenheid om ons over de streep te trekken. Nou, ik wil graag weten waar uw twijfel zit. Op dit moment, in het kort komt het hierop neer dat de gemeente schulden overneemt. En vervolgens kijkt, afspraken maakt met de crediteuren. En dan gaat kijken wat voor traject ze aan kunnen gaan met de klant. In principe zou hij in 24 maanden schuldenvrij moeten zijn. Het voordeel hiervan is dat iemand in principe al op de eerste maand schuldenvrij kan zijn. En vervolgens zich dus kan richten op andere dingen. En uiteraard worden er hele strakke afspraken gemaakt. Niet alleen over de terugbetaling, maar ook om recidieven te voorkomen. Maar dan heb ik een vraag, het is niet mijn portefeuille hoor. Dus misschien sla ik helemaal de plank mis, maar ik ben toevallig moet ik die moties al behandelen. Wat is dan het verschil met de traditionele schuldhulpverlening? Die hebben we toch? Ja, daar. Oh, pardon, voorzitter. Ik reageer direct. Dat is er inderdaad, maar de WSMP waar u op doelt is niet toegankelijk voor iedereen en kent hele strikte voorwaarden.
En dit is een manier om veel minder strikte voorwaarden en met meer motivering, want hier zit dus ook nog een reïntegratietraject achter, of althans een begeleidingstraject achter, mensen ook te voorkomen dat ze weer terugvallen. Lijkt me voldoende toelichting. Ja, dank u wel, meneer Hoedemaker. We zullen het meenemen in onze besluitvorming nog, alsnog. De heer Stoker, niet over dit onderwerp meer, denk ik. Hè? Nee, de heer Stoker. Voorzitter, dank u wel. Het gaat even naar aanleiding van wat zonnepanelen op daken betreft. Ik begrijp dat de fractie van de BBC daar nog niet in mee wil gaan. Wellicht kan ik dan toch even het volgende benoemen. We hebben tijdens de schorsing contact gehad met de portefeuillehouder en die staat wel eigenlijk heel erg positief tegenover de motie. Het enige punt waar die tegenaan hikt, en dat kan ik me heel goed voorstellen, is de wijze waarop het financieringsvoorstel is gedaan. Ik begrijp ook dat de wethouder er eigenlijk wel behoefte aan heeft om raadsbreed deze motie goedgekeurd te krijgen, omdat het hem ook gaat helpen andere partijen, zeg maar, die zelf niet in staat zijn om dit soort dingen te regelen, om dat dan te gaan regelen. En wat ons betreft zou het heel goed zijn om het aandachtsstreepje waar die financiering genoemd staat gewoon te schrappen. Dat geldt voor deze motie, maar ook voor de andere duurzaamheidsmotie. En ik hoop daarmee dat ook de BBC de motie zou kunnen ondersteunen. Dank voor dit mondelinge amendement. Daarmee wordt de motie op in ieder geval een ingewikkeld onderdeel wel anders. Dus dat helpt misschien. Maar goed, dat is natuurlijk aan de fracties. De heer Bok. Ja, dank u. Ik ga dat meenemen in het korte overleg dat straks met mijn fractie volgt. De armoedebestrijding, dat werd afgeraden door de wethouder, als ik het goed zeg. En daar zullen wij niet in meegaan. 2020, onderwijs. Daar staan we wel sympathiek tegenover. Waarschijnlijk zullen we daar wel in meegaan. 2014 heb ik nog staan. Die is een beetje naar mijn onderen gezakt. Onderwijs en jeugdhulp. Gezien de opmerkingen die de wethouder heeft gemaakt, kunnen we daar wel in meegaan. En dan heb ik nog staan 2019-05. Duurzaamheidsfonds. Renoverend fonds. Ja, inclusief die mondelinge wijziging die de heer Stoker net heeft aangebracht. Oké. Okay. Die nemen we mee, die wijziging. Daar hoort u ook nog straks. Tot zover, voorzitter. U heeft nog een klein minuutje. Die kunt de volgende inhalen. Nou, ja, krijgt u niet die minuut. Dank voor de coulance. Mevrouw Siebe of mevrouw Vissering. Mevrouw Vissering. Dank u wel, voorzitter. Net als in de eerste termijn zullen de portefeuillehouders de onderwerpen gaan behandelen. Eerst de heer Bonkes, daarna de heer Oudeboon, dan mevrouw Siebe en aansluitend ik. Nou, veel succes in 5 minuten. Meneer Bonkes. Ja, goed hè. Wij gaan even ook de moties bij langs om te kijken wat wij daarvan vinden. En dan weet ik niet eens of ik ze nou op volgorde heb liggen. Dus dat is ik heb hier de motie over lokaal onderwijs, afschaffing, vrijstelling, leerplicht van PAK en D66. Wij kunnen ons wel in deze motie wel vinden om te zorgen dat in ieder geval alle kinderen voor naar school kunnen of onderwijs kunnen blijven genieten. Dan heb ik van PAK en D66 de motie over duurzaamheidsfonds. Hier kunnen wij ons niet in vinden. En dan heb ik volgens mij ik heb hier nog eentje voor duurzaamheidsfonds nummer 2. Dat fonds kunnen wij ons ook niet in vinden. Dank u wel. Meneer Oudeboon. Oké, ga ik gewoon verder. VVD-fractie vindt dat de koevoerdersorganisaties enorme prestaties hebben verricht tijdens de coronacrisis. Nog steeds overigens. De ellende is immers nog steeds geschiedenis. Complimenten van onze kant. Het gaat over motie 13. Dat heeft iedereen denk ik nou wel begrepen. De VVD-fractie begrijpt dat er wellicht wat te leren en te verbeteren valt ten aanzien van de zorgorganisaties en hun protocollen. En het lijkt ons primair een taak van de Rijksoverheid, de zorginstellingen zelf en het crisisteam Drenthe om de afgelopen periode te evalueren, hier lering uit te trekken en eventueel de protocollen aan te passen. We zien eigenlijk hier op voorhand niet een taak voor de gemeenteraad. Dat is 13. 14. Beleid jeugdhulp.
Al meerdere keren heeft onze wethouder tijdens de vergadering ons aangegeven dat er met betrekking tot jeugdhulp prima samenwerking is tussen de ambtelijke organisatie enerzijds en onderwijs anderzijds. Net hoorden we nog een paar strubbelingen. We hebben als VVD-fractie in tegenstelling tot de CDA geen enkele reden om te twijfelen aan onze wethouder en zijn kundigheid. Daar komt bij dat het inkt van het verslag van de rekenkamer nog amper droog is. We moeten niet voor de muziek aanlopen. Geef de beleidsmedewerkers en de wethouder de tijd om ons vertrouwen en de landelijke aanpak met andere ogen te zien. En het verslag te bestuderen. Dat is 17. Mevrouw Katerberg. Ja. Dat is helemaal goed van de VVD. Maar ik wil wel bestrijden dat ik heb getwijfeld aan de kennis en kunde van de wethouder. Want dat staat hier helemaal buiten. Nou, de wethouder heeft al regelmatig gezegd hier in vergaderingen dat ze ermee bezig zijn. Dat ze actief aan het praten zijn met elkaar, dat er goed overleg is. Dus ik vind het dat je te vroeg hiermee bezig bent, zeg maar. Laat eerst de wethouder en de beleidsmedewerkers daar even mee verder gaan, tot er een goed plan ligt. En dan verder. Dat er iets moet gebeuren, dat snappen we. Ja, 17. De VVD-fractie vindt dat er voorkomen moet worden dat mensen met problematische schulden verder in de problemen komen. Mensen moeten primair zorgen dat ze niet in de problemen komen en dit zelf oplossen. Echter lukt het niet, dan moeten we als samenleving een vangnet bieden. Lijkt me logisch. Het kan dus niet zo zijn dat iedereen maar denkt, ach, de gemeente lost het wel weer op. Zeker niet. Alleen bij de uitzichtloze gevallen is er voor iedereen, de persoon zelf, de woonomgeving en zeker de gehele gemeenschap beter om adequaat in te grijpen en vooral maatwerk te leveren. Kortom, iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en bij noodsituaties ingrijpen. Wij steunen deze motie, mits het om een kleinschalig onderzoek gaat, die betreffende beleidsmedewerkers zelf kunnen uitvoeren. Dus niet een groot bedrijf die aan de gang gaat ermee. En ik heb nog een minuut, ik kan nog heel snel. Nee, oh, ik kan niet snel. De fractie heeft nog een minuut. Goed, ik sla over deze. Mevrouw Siebe. Ik zal het heel kort houden, maar misschien mogen we de minuut gebruiken van de BBC. De woonvisie die brengen we straks in stemming. Volgens mij is daar genoeg over gezegd. Ik heb in mijn eerste termijn nog gerefereerd aan de brief die het centrummanagement heeft gestuurd over de BIS. Daar komen we graag in een later stadium bij de begroting op terug. En ik wil nog één ding meegeven in het kader van de kaders die we hier aan het scheppen zijn. We hebben aangegeven dat we om het begrotingstekort te dekken geen lastenverhoging willen zien straks. En wat ik daar ook nog graag wil meegeven is dat de gemeente het geld krijgt uit OZB of van een gemeentefonds om het geld doelmatig te besteden. En het oppotten van geld als eigen vermogen is geen doelmatige besteding, vinden wij. Dank u wel. Mevrouw Visser. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, buiten de tijd, die krijgt u gewoon erbij. Maar de heer Slomp die wil nog toch wel even reageren. Dus, Ja, ik ben dan benieuwd wat de VVD als een goed solvabiliteitspercentage ziet. Want daar praten we hier vaak over. Hangt u daar eens een waarde aan? Mevrouw Siebe. Nou, wij hebben het daar al vaker over gehad. En we hebben ook al vaker gezegd dat het percentage dat we hebben vastgesteld, dus tussen 30% en 40%, dat wij dat vrij fors vinden. Dus wat mij betreft kan het onder de 30% liggen. 1 is ook onder de 30%. Ja, dat klopt. Kortom, concretiseert u dat? Er is geen antwoord onder de 30%. Wat is dan wel een goede bandbreedte wat u betreft? Nou, volgens mij liggen er ook allemaal notas vanuit de provincie. Maar wat mij betreft kunnen we in ieder geval de jaarlijkse 2 miljoen die we aan de reserve toekennen, dat we die in ieder geval dit jaar wellicht, ik weet niet hoe de corona uitpakt en wat er allemaal nog voor gevolgen uitkomen, dat we die misschien achterwege kunnen laten. En dan doe ik daarmee, realiseer ik me dat ik geen uitspraak doe over het solvabiliteitspercentage. Maar wat mij betreft kan die ook op 25% liggen. Dank u wel. Mevrouw Vissering. Dank u wel, voorzitter. Ik wilde nog graag even doorgaan op het stimuleringsfonds.
De VVD-fractie is namelijk van mening dat het niet goed geweest is dat ook deze, dit onderwerp als briefvorm, als ingekomen stuk op de agenda is gekomen. Volgens ons had dit ook via zeker deze nieuwe regeling van het stimuleringsfonds, via de commissie en dan misschien als bespreekpunt wel via de raad moeten lopen. En wij denken dat dan ook deze discussie, die hadden we dan ook daar kunnen voeren. En dan hadden we daar denk ik ook geen moties voor in kunnen hoeven in te dienen. De regeling is net opnieuw gestart. Hè. Er komt een evaluatie, hebben we ook om gevraagd. Lokaal zeggenschap is ermee bezig. Maar toch willen wij wel de motie steunen. Wij zijn wel van mening kunnen we bevestigen, dat zei de portefeuille ook al. We moeten er niet te veel voor zorgen dat allerlei externe organisaties deze ideeën gaan invullen. Want uiteindelijk moeten de initiatieven van de inwoners zelf komen. Maar wij willen wel in ieder geval dat gaan faciliteren. Overigens zijn wij als VVD-fractie gestart met alle wijk- en dorpsbelangengroepen in gesprek te gaan. Dat proberen we zo één keer in de maand, proberen we één van deze dorpsbelangen of wijkverenigingen te spreken. En dan bespreken we ook dit soort zaken ten aanzien van het stimuleringsfonds, maar ook andere zaken. En wij willen ook de andere fracties, we hebben het daar wel eens over gehad, we kunnen allemaal allerlei dingen op gaan zetten, maar wij willen jullie ook uitnodigen om daar samen met ons misschien wel in groter verband met dorpsbelangen en wijkverenigingen om daarover te spreken, zodat we goed kunnen inventariseren wat hun ideeën ook zijn over het stimuleringsfonds en dat we niet alleen uitgaan vanuit onze eigen ideeën. Dank u wel. Dank u wel. Daarmee de tweede termijn van de kant van de VVD, dan brengt ons dat bij de CDA-fractie. Wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Even aanhakend op wat de VVD-fractie net zei. Ik heb soms wel eens medelijden met al die dorpsbelangens en wijkmensen die zich inzetten en dan vervolgens met Jan en alle man om de beurt in gesprek moeten. En ik vind nog wel eens iets voor, zeker voor zo'n werkgroep lokale zeggenschap, om daar wat lijn in aan te brengen. Want nou, bijvoorbeeld, zul je dan al denken van nou, Ik heb niet zoveel belang bij om in zo'n dorpsbelangen te gaan als ik iedere keer met iedereen in gesprek moet. Maar goed, dat is even wat zo in mij opplopt. Mevrouw Katerberg, ik ben het helemaal met u eens. Ik vind het inderdaad ook. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat wij als volksvertegenwoordiger wel ophalen wat er binnen de samenleving leeft. En daarom doe ik ook de oproep hier binnen de gemeenteraad om niet alleen maar dat bij onze fractie te houden, maar juist ook dat inderdaad dat we dat breder kunnen doen. En of we dat in een werkgroep lokale zeggenschap willen doen of op een andere manier. Maar in ieder geval dat we daar wel met elkaar in optrekken. Ongeacht van welke politieke partij we daar ook zijn. Maar ik denk dat het een hele goede manier is om met elkaar in contact te komen en met elkaar in gesprek te gaan. Nou, helemaal eens. Het is precies dezelfde bedoeling. En ook over het stukje waar u aangeeft van we kunnen best meer bespreken in de raad. Zaken niet steeds als brief agenderen, maar ook eens als bespreekpunt. Ik vind dat onze raad dat prima aan kan om over wat meer punten gewoon met elkaar in gesprek te gaan. Want het gaat ook vandaag de hele middag en avond al prima. Dus ik vind dat er vaker gekozen kan worden voor een bespreekpunt in plaats van een brief. Ook al zijn het punten waar het college over gaat. Ik loop ook even de moties langs. Nou, de fietspaden is net gezegd dat dat wordt aangehouden. Herstructureringsfonds. Daarvan zeggen wij van het is goed om spelregels op te stellen. Wat ons betreft vooral op het gebied van verpaupering, want daarvoor hebben we ooit het herstructureringsfonds in het leven geroepen. En als we daar ook allerlei andere brinken en manieren waar we het voor willen inzetten bedenken, dan lopen we ook het risico dat het vermengd wordt met het stimuleringsfonds dorpsbudget. Dus wat ons betreft die herstructurering ook vooral richten op verpauperde panden en gebieden. Ik zag achter u ondertussen met al die booien al zich melden. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde tussentijds even dat wij de motie fietspaden aan zouden houden, maar die hebben wij ingediend in mijn termijn. En nu is er misschien een misverstand, maar die houden wij wel in. Dus die houden wij niet aan. Dat is een groot misverstand, dat verneem ik nu, maar
U mag het natuurlijk altijd weer corrigeren, dat mag, maar ik heb duidelijk aanhouden gehoord. Als u zegt van nee, ik wil hem toch gewoon onderwerp van beraadslagingen en zelfs in stemming houden, nou, dat is aan u. Oké, dat is genoteerd. Motie fietspaden. Wij hebben gehoord dat de wethouder zegt dat eraan wordt gewerkt. Hij heeft toegezegd dat het gaat gebeuren. Wellicht is het toch goed om deze wel aan te houden of dat we die ook gaan steunen, zodat we kunnen blijven volgen wat daar gebeurt. MBO, even zien, je had gezegd die wordt aangehouden. Ja, heel goed. We vinden vooral voor ons nieuw inzicht, die focus op de positie van de nieuwe vesten. En dat ze ook kansen kunnen grijpen om te gaan samenwerken met scholen en bedrijven. Wees onderscheidend, dat vinden we wel een mooie, frisse, vernieuwende gedachte voor zo'n scholengemeenschap. Zeker als je als enige hier in de stad bent. Dus wil ik er nog wel even aan toevoegen. Stimuleringsfonds, de wethouder of de burgemeester heeft daar positief advies over uitgebracht. We zijn geen voorstander van het inzetten van externe partijen. Laten we eerst eens kijken hoe ver we zelf kunnen komen. Externe partijen zijn altijd buitenstaanders, ben ik het ook mee eens. Een bekend managementboek waar ik wel goed bij gedij is Bye Bye Consultant. Dus daar hou ik toch ook altijd maar in mijn achterhoofd. Zorgcentra Corona. De wethouder wilde graag mee op pad. Wij vinden dat een heel goed plan. Het mag landelijk zijn, maar het raakt zo dat we zeggen van doe uw best. Herstructurering schulden. Ook daarvan zeggen we, u geeft aan dat het aandacht heeft. We vinden die andere aanpak, waarvan meneer Hoedemaker ook beschreven heeft wat het inhoudt, positief. En ook daarvan zeggen we, laten we dat maar aannemen, zodat we dat ook kunnen blijven volgen, die ontwikkelingen. Duurzaamheid, beide zijn aangepast. En om die reden willen wij die ook wel steunen. Armoedebestrijding 19. Daarvan vinden we, de wethouder geeft aan, alle mogelijkheden worden benut. Van het basisinkomen zijn wij zo 1, 2, 3 geen voorstander en zeker niet lokaal. En omdat er ook geen mogelijkheid is voor een pilot, zeggen we steunen we die niet. Motie onderwijs leerrecht, die gaan we in stemming brengen en daar zijn wij voorstander van. En dan hebben we ze allemaal gehad. Dank u wel. Mooi, en ook nog een kleine minuut over. Die wordt ook geschonken. Mooi, dan zijn we bij de Partij van de Arbeid, heer Slomp. Ja, dank u wel. We spreken in dezelfde volgorde. Jaspersen, Mulder, Blanken, Slomp. Mevrouw Jaspersen. Dank u wel. Ik heb nog geen antwoorden gekregen op mijn vraag over de vitale vakantiepark van de wethouder. Moet ik ze nog een keer herhalen? Of? Nee, als het goed is niet. Oké. Dan de moties. Nou, de motie Putter Speelzaal is van tafel. En de moties duurzaamheid 2019-05 en 2020-18 kunnen wij met de aanpassing ook steunen. Dank u wel. Dan de heer Mulder. Ja, dan begin ik toch met de motie fietspaden. Daar is uitgebreid over gesproken. En als consultant weet ik ook dat daar best wel wat risico's aan hangen. Ook in de termijnen die er naar voren komen, waar wij zullen toch deze motie steunen. De motie van de woonvisie. Daar wil ik nog wel even iets over zeggen. Waar ik graag nog iets van de portefeuille zou horen is, hij heeft toegezegd daarmee aan de slag te gaan. Maar ik ben wel benieuwd wat hij dan gaat leveren. Wat krijgen wij dan? Wat is een stofkam en wat zijn de knelpunten? Ik ben daar toch wel even benieuwd naar. Kan die daar nog iets over toezeggen? Wij zullen deze motie overigens wel steunen. Stimuleringfonds hebben we zelf ingediend, is er voldoende over gezegd. En dan heb ik nog één vraag naar aanleiding van de eerste termijn van portefeuillehouder bouwmeester, dat er nogal wat
dossiers de afgelopen tijd zijn blijven liggen, onder andere ook door corona, en dat het moeilijk is om in contact te treden met onze omgeving. Ik denk dat het nog wel een tijdje moeilijk zal blijven gaan. Er zal mogelijk wel wat mogelijkheid komen tot fysiek contact. Maar ik denk dat wij ons toch moeten voorbereiden van hoe kunnen we dit anders doen. En er zijn genoeg ervaringen in de landen van hoe kan dit anders. Dus daar wil ik toch wel meegeven. Ga dat wel onderzoeken van hoe kunnen we dit anders doen. Want anders wordt die stapel alleen maar hoger. En daar zitten wij echt niet op te wachten. Want we hebben er net weer een paar nieuwe dossiers aan toegevoegd. Dat was het wat mij betreft. Dank u wel, de heer Blanke. Dank u wel, voorzitter. Allereerst even over de motie 2020-14, onderwijs en jeugdhulp. Nou, vinden we een hele mooie gedachte. De wethouder vraagt wel wat tijd hiervoor. Nou, die geven wij hem wat ons betreft. En wij zullen deze dan ook steunen. Dan heb ik nog staan de motie onderwijs van PAK en D66. Nou, op zich vinden wij het verhaal van de wethouder voldoende. En vraag ik me eigenlijk ook wel een beetje af of dit dan nog van toegevoegde waarde is. Dat hoor ik dan nog wel even van. Dank u wel, meneer Slomp. Dank u wel. Ik heb staan de motie armoedebestrijding. Die ziet op een basisinkomen wat dus niet kan. En de eerste bullet wordt al voldoende ingevuld. Dus die gaan wij niet steunen. De motie schuldenherstructurering. Ja, we vonden dat daar een pakkend en aansprekend verhaal bij werd verteld. En die gaan wij dan ook van harte ondersteunen. Motie herstructureringsfonds, die hebben we mede ondertekend. Mag duidelijk zijn dat wij wel voor dat bredere bestedingsdoel zijn, zoals in eerdere moties verwoord samen met de BBC-fractie. Motie corona ziet de wethouder een mooie mogelijkheid toe om daar vorm aan te geven en daar is ook reeds brede ondersteuning voor. De wethouder vraagt ook een uitspraak van de raad, dus die brengen wij graag in stemming. Dan heb ik nog staan de suggestie van het PAK over het meespreken in de commissie. Dat zouden wij graag in handen geven van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Daar is de PAK-fractie ook goed in vertegenwoordigd, dus ik denk dat dat helemaal goed kan komen. Even kijken, ik wil nog even terugkomen op de basisbaan die wij inbrachten, maar waar dan toch beperkte mogelijkheden voor blijken te zijn. Wij zijn wel blij met de duiding en de ideeën die de wethouder daarbij heeft. Ik heb nog het onderwerp toeristenbelasting. Gedifferentieerd tarief werd genoemd. Nou, daar zijn wij zeker niet op tegen. In een redelijk ver verleden is dat door ons ook wel eens genoemd bij monden van, moet ik even denken, Betty Hogevee volgens mij. Hebben we dat wel eens gebracht. Maar volgens mij staat die ontwikkeling een eenvoudige tariefverhoging nu niet in de weg. En we hebben al twee keer uitgesteld. Volgens mij heeft er totaal 5 jaar geen tariefverhoging plaatsgevonden. En toeristenbelasting is geen belasting op recreatiebedrijven, mevrouw Klein-Gunnewiek, maar gewoon een belasting op een overnachting. Dus wij hebben daar eigenlijk weinig moeite mee. Dan heb ik nog staan de suggestie van de VVD, waar mevrouw Katerberg ook op reageerde. En dat vinden we een hele mooie suggestie en een mooi aanbod. En dat lijkt me ook goed om het daar eens met elkaar over te hebben. Volgens mij is het dat, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Eerst even bij onze eigen moties, 2020-20 lokaal onderwijsbeleid. Ik begrijp van de wethouder dat hij in beginsel positief staat tegenover onze motie. We begrijpen ook dat het hem zou helpen het gesprek op gang te brengen over het leerrecht van elk kind en de discussie aan te gaan over het afschaffen van de vrijstelling van onderwijs. Eigenlijk is het hier gewoon ook mee eens. Er is de PAK en D66 veel aangelegen de wethouder voldoende mandaat mee te geven. Deze motie, mits breed gedragen door de raad, geeft hem dat. Bij deze ook een oproep aan de heer Blanke om dan ook akkoord te gaan en daarom ook een dringend beroep op de overige fracties de wethouder voldoende mandaat mee te geven. Dan de motie 2020-18 duurzaamheid. Ook hier begrijpen we dat de wethouder positief staat tegenover onze motie. Hij zegt dus letterlijk dat alle daken wat hem betreft vol mogen. We begrijpen ook dat hij ruimte vraagt in de wijze van wie wat moet financieren. En we begrijpen ook dat ons financieringsvoorstel hem belet om de motie over te nemen
Daar hebben we ook begrip voor en ik heb ook al aangekondigd dat deze gewijzigd kan worden. En ik hoop dat de twijfelaars daarmee over de streep getrokken kunnen worden. De wethouder geeft tevens aan dat hij bij 2019-05 de aangehouden motie openstaat om de mogelijkheden voor een revolverend fonds te onderzoeken. Ook begrijpt hij dat er stappen nodig zijn om onze inwoners, ook zij die de middelen niet hebben, mee te nemen in de energietransitie. En dit geeft hem de mogelijkheid door nu het voorstel van financiering eruit te halen, wat ik al heb aangekondigd, geeft hem dat de ruimte hier tot verder onderzoek te komen. En ook hier het aandachtstreepje willen we schrappen. Dan rest mij volgens mij nog een reactie op de moties die voorliggen, voorzitter. 2020. Ja, de heer Holt is nog. Sorry. Oké. Ja. Met dank en aanvulling, maar dan zou 2019-5, er wordt nog gesproken over het tweede kwartaal 2020. Dat lijkt me ook vrij aannemelijk dat je die ook nog even aanpast, want anders dan klopt die niet. Fijn dat de heer Holt zo scherp is. Bij deze amendeer ik om hem aan te passen. En ik hoop dat de griffiering weet wat hij moet aanpassen. Tweede kwartaal welk jaar? 2021 begrijp ik. Dan kan ik. 2021 wordt het dan, in plaats van 2020. Ja, klopt. 2021, ja, dat klopt. De moties, ik begrijp bij de aanleg van de fietspaden 2020-07, dat de wethouder eigenlijk aangeeft van het eigenlijk wordt volgens plan uitgevoerd, dus de motie lijkt daarbij niet nodig. Ik hoor graag van de wethouder of dat inderdaad zo is. En ik begrijp dat in ieder geval in stemming gebracht gaat worden. Ten aanzien van 2020-08 zien wij op dit moment geen noodzaak om akkoord te gaan met deze motie. Ten aanzien van 2020-09 de woonvisie, daarmee gaan we akkoord. Ik heb begrepen dat 2020-10 wordt aangehouden. Ik denk dat het ook goed is om aan te houden, al was het alleen maar om er een beetje druk op te zetten. 2020-11 die is afgevoerd, daar hoef ik niks van te zeggen. 2020-13 is wat ons betreft akkoord. Fijn dat het college daar zo positief in staat. Dat geldt trouwens ook voor 2020-14, waarin de wethouder al heeft aangegeven dit willen overnemen en wij ondersteunen de motie. 2020-16, het college is positief. Wij hebben hier ook goed naar gekeken, wat ons betreft akkoord. Ben ik bij 2020-17, herstructurering schulden, dat is van onszelf. Nou ja, u begrijpt dat de mede ingediende moties tot nu toe, die we zelf hebben ingediend samen met D66, voor ons akkoord zijn. Helder, dank u wel. En dan ben ik bij de heer. Ja, Hoornholtis. Ja, u gaf al aan, dat lijkt me logisch dat 2021 wordt, maar tweede kwartaal 2021 hebben we al gehad volgens mij morgen. Dus volgens mij, als ik de motie zie die destijds aangenomen is op 12 november, heeft men destijds een termijn van 6 maanden aangesteld. Dus volgens mij lijkt het logisch dat dit ergens in vierde kwartaal 2021 omschreven wordt. Want anders gaan we naar de vierde kwartaal 2020. Er was even wat misverstand. De stukken zoals die op IBAP staan, de motie die is aangehouden, waar ook op staat aangehouden, die is rept van tweede kwartaal 2020. Daar ging het zojuist over. En u duidt nog weer op een andere term. Wij zorgen dat het goed komt. Ja, de heer Hoedemaker. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanavond heeft het college de kaderbrief toegelicht. Hier en daar wel onwennig, kreeg ik de indruk, maar al met al bevredigend voor wat betreft D66. Voorzitter, deze manier van vergaderen is me tot nu toe zeer bevallen. En ik hoop dat we dit op korte termijn zullen evalueren en wellicht tot aanpassingen van de vergaderorde of het reglement van orde komen. Wie goed is in successen claimen, en dan heb ik het nu over mezelf, moet ook zijn verlies kunnen nemen. En dat doe ik dan. Maar mede namens het PAK. Met betrekking tot de door D66 en PAK ingediende motie over het basisinkomen is het advies van de wethouder duidelijk. En hoewel teleurstellende resultaten elders mij niet direct imponeren, als de Rijksoverheid stelt dat er geen experimenten meer zijn toegestaan, dan is dat helder. PAK en D66 dragen het idee van een basisinkomen, zelfs een universeel basisinkomen, nog steeds een warm hart toe. Maar deze motie trekken we terug. Met betrekking tot de motie over het herstructureren van schulden was het commentaar van de wethouder klip en klaar. Of de raad hem nu aanneemt of niet, ik ga ermee aan de slag. Desondanks zijn D66 en PAK belangstellend naar het mandaat bij in deze raad. Maar het voordeel van de laatste in het rijtje is altijd al dat je daar al een heel aardig idee van hebt.
Om die reden brengen we de motie wel in stemming. Voor wat betreft motie 7, de motie fietspaden, begrijp ik van de wethouder dat eraan gewerkt wordt, maar dat de termijnen niet haalbaar zijn. En dat is toch een belangrijk punt van, van hetgeen hier verzocht wordt in deze motie. Dus ik ben heel benieuwd naar de reactie of de aanwijzing van de wethouder wat dit betreft. En met betrekking tot motie 8, het herstructureringsfonds, begrijp ik dat met name de inzet van een externe bureau niet zal leiden tot maatwerk. En dat die daardoor wordt daarom wordt afgeraden door de wethouder en ook de voorzitter gaf dat volgens mij aan. Lijkt me niet heel erg gelukkig. Overigens zie ik voor de andere moties wil ik graag in meegaan. Dank u wel. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van de tweede termijn van de kant van de raad. Alle moties hebben de aandacht gekregen die u zichzelf daarbij had voorgesteld. Dan kijken we naar de tweede termijn van de zijde van het college. Kijk even, is er behoefte aan nog een kort onderling beraad of denken we dat we het zo wel redden? We denken dat we het zo wel redden. Zie ik het college denken. Ja? Dan is als eerste de heer Steger. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij zijn er voor wat mijn portefeuille betreft nog drie moties waar ik uw advies op zou willen geven, plus nog een aantal losse opmerkingen. Als eerste dan maar eens even het herstructureringsfonds. Daar is veel over gezegd vanavond. En mocht de indruk bij u zijn ontstaan dat dit college niet, geen zin zou hebben om daar mee aan de slag te gaan, dan zou ik die opvatting in elk geval weg willen nemen. Dat is zeker niet het geval. Ik heb u ook in de eerste termijn geschetst dat het voor ons ook erg zoeken is van ja, wat wilt u dan als raad? Ook in uw tweede termijn hoor ik daar wat verschillende geluiden over. Partijen die zeggen ja, het is toch vooral een fonds om verpaupering tegen te gaan, erg vastgoed gedreven. Er zijn ook fracties die zeggen nee, we zien dat duidelijk veel breder. En volgens mij zit daar dus ook inderdaad de crux. Want wat moeten we dan precies in beleid voor u gaan omvatten? Hoe breed wilt u dat hebben? Ik gaf u al aan dat ik het liefst voor een praktische invulling ga en daar niet een hele zware nota voor wil optuigen. Dus ik vraag u toch nog om daar nog wat meer input op te geven. En ja, ben niet zo iemand die echt in beren op de weg denkt, maar ik zou u wel willen meegeven van het dreigt hier niet hetzelfde probleem als bijvoorbeeld bij het stimuleringsfonds. Als we dit verbindend gaan ophalen van samenleving, dorpen, wijken, hoe ziet u nu het putten uit dat herstructureringsfonds, dat daarbij dezelfde situatie zou kunnen ontstaan als bij het stimuleringsfonds, namelijk dat de sterke partijen, de partijen die al aan de bal zijn, dat die een onevenredige greep in het fonds gaan doen. Nou, dat is een aspect, vind ik, dat we moeten meenemen in het beleid wat we willen gaan opstellen. En hoe gaan we dat dan op een verbindende manier ophalen, binnen de termijn zoals u dat heel graag zou willen? Nou, u weet dat de vakantie voor de deur staat, dus dat is best wel een complicerende factor, denk ik, op dit moment. Ja, ik kan u niet garanderen dat we dat in de volle breedte bij de behandeling van de begroting al hebben opgehaald. Ik kan u wel zeggen dat het wel onze intentie is om dat dan ook te gaan doen. Eerst de heer Slomp en dan de heer Stoop. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u vraagt naar verdere inkleuring, maar bij de begroting vorig jaar is er een motie aangenomen die wat mij betreft een toch wel behoorlijk kader geeft. En ik snap wel dat daar elementen in zitten die ingewikkeld zijn en meer voorbereiding vragen. Maar dan denk ik, ga dan eerst eens aan de slag met de meest concrete en haalbare zaken, zodat we toch volgend jaar een start met de uitvoering kunnen maken. Het hoeft van ons niet in één keer tot drie cijfers achter de komma klaar. Het kan ook van jaar tot jaar opgebouwd. Dank u wel. De heer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook al heeft mijn fractie bij de begrotingsbespreking de motie destijds niet ondersteund, moet me wel van het hart dat de opmerking die de wethouder maakt mij verbaast.
Want zijn voorganger die heeft een uitgebreide visie beschreven over het herstructureringsfonds. En nu vraagt hij aan de raad om daar invulling aan te geven. Spijt me heel erg, maar volgens mij heeft het college daar hele concrete voorstellen in gedaan. En ik snap de beweging die de wethouder nu maakt om het bij de raad neer te leggen, die snap ik absoluut niet. En het verbaast me ook dat ik op dit moment de enige ben die reageer, want zijn eigen fractie notabene, die heeft daar volgens mij stevige woorden aan gewijd in de begrotingsbespreking van 2020. Dus dat het onhelder is wat er wordt bedoeld met een herstructureringsfonds, dat kan er bij mij niet in. En volgens mij heeft dat vooral ook heel erg te maken, en dat zijn aan mijn woorden, met de voorbereiding die de wethouder dan heeft op dit thema. Dank u wel. Nou, dat laat ik maar even bij u, want mijn beeld is een andere. Maar goed, ik zag mevrouw Siebe. Ja, dat klopt. Ik kan de heer Stoker wel redelijk volgen daarin. En volgens mij heb ik dat net ook al gezegd, hè, die ambitie voor dat herstructureringsfonds is door het college voorgesteld. En volgens mij is er toen, hebben we daar al uitgebreid over gesproken. En had inderdaad de wethouder, meneer Swiers toen, die had daar ook al behoorlijke gedachten over. En daarna is de motie gekomen. Dus volgens mij liggen er inderdaad al behoorlijk wat kaders. Meneer Boy. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, de wethouder heeft al in de vorige termijn heeft hij gezegd van ik kan er wel voor zorgen dat er een grove schets ligt op het moment dat u vraagt. Een grove schets van wat wij vragen van de toezeggingen. Nou, daar kan ik me wel in vinden. Als u die ambitie heeft, dan zijn we er toch. Het is uw ambitie om dan in najaar een grove lijn te hebben. Ook wat dan gaat de regels waarin het fonds gebruikt mag worden. Ja, zorgt u daarvoor dan. Ja, en even voor mijn duidelijkheid, dat is dan een ruwe schets die verder gaat dan alleen vastgoed. Om dan even helpen. Oké, dank u wel. Nog meer onderwerpen, denk ik. Ja, voorzitter, maar volgens mij als de wethouder zich verdiept had in een dossier, dan weet hij ook dat het vooral heel erg gaat om de leefbaarheid. De leefbaarheid van het platteland en vastgoed is daar een onderdeel van. En daar hoor ik de wethouder niet over. Daar zou hij zich eigenlijk wat mij betreft echt toch in moeten verdiepen en niet met de antwoorden komen zoals hij ze vanavond hier in deze raadzaal geeft. Goed, voorzitter. Ja, wat mij betreft is er over dit onderwerp voldoende gezegd. Ik wil nog even ingaan op de vitale vakantieparken. De PvdA maakte daar ook in de eerste termijn al een punt van. Daar ben ik toen in mijn beantwoording niet op ingegaan. De fractie geeft aan dat het prioriteit heeft. Ja, zoals u in de kaderbrief hebt kunnen lezen, is het idee bij het college dat we ook wel even andere zaken hebben waar we op dit moment onze energie in kunnen en moeten steken. Daarmee is niet gezegd dat dit ligt te verstoffen, zeker niet. U weet ook dat wij werken aan een overzicht per park, welke kant het per park op moet. Dat hebben we ook op een verbindende manier samengesteld. Ik ben ook nog in afwachting van die schets. Die is iets vertraagd, dat heb ik u ook al eerder gezegd. Ik ga ervan uit dat het college daar volgende maand kennis van kan nemen. Ja, en dan zullen we samen verder moeten kijken hoe we dat gaan doen. Maar het zal wat mij betreft een aanpak per park worden. En ik ben met u eens, het moet niet al te lang meer duren, maar het duurt intussen ook al heel lang. En u weet ook hoe lastig die materie is. En voor ons staat in elk geval voorop dat we dat heel zorgvuldig willen doen. Mevrouw Jaspersen. Maar zou u kunnen toezeggen dat u rond de begroting komt met een plan van aanpak, hoe nu verder? Of is dat te vroeg? Plan van aanpak lijkt me niet haalbaar. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat we een soort procesgang of iets dergelijks zouden kunnen benoemen, waarbij we een soort spoorboekje aan u wellicht zouden kunnen presenteren. Maar echt voldragen beleid en plannen, heel concreet, dat lijkt me nog vroeg. Mevrouw Jaspersen. En wat betekent het niet doorgaan financieel voor Koevoorde? Op dit moment niks. Tenminste, als u doelt op het niet doorgaan dat het even voorlopig geparkeerd wordt. Ja, dat geeft iets aan ambtelijke capaciteit, denk ik. Goed, en tenslotte vroeg u nog de PvdA nog naar de woonvisie. Wat krijgen we dan precies? Nou, volgens mij heb ik daar in de eerste termijn wel duidelijkheid over gegeven. U krijgt niet een compleet nieuwe visie. Dat zou ook denk ik een beetje ondoenlijk zijn.
U krijgt de stofkam die er van het CDA uit doorheen gaat. Dus dat wil zeggen dat we dat we gaan kijken of daar niet hele gekke dingen in staan die gewoon absoluut niet meer van toepassing zijn. En u krijgt wat mij betreft een actuele paragrafenaanvulling op het bestaande stuk. En volgens mij is ook de titel van de huidige woonvisie, daar wil je wonen. En ja, ik denk dat dat het uitgangspunt blijft. Ja, ik zie in ieder geval de reactie hiervoor, meneer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. Aanvullende vraag. U zegt stofkam. Betekent dat ook dat u in gesprek gaat met bijvoorbeeld projectontwikkelaars, maar ook met inwoners over eventuele wijzigingen? Komt dat ook aan de orde of is dat een toekomstplan? Ja, voorzitter, ik ben blij dat de heer Mulder dat aanhaalt, want hij haalt me bijna de woorden uit de mond. Ook hierin is nodig dat we dat wel met het veld gaan overleggen. En dan denk ik niet alleen aan de inwoners, maar ook met de twee belangrijkste corporaties waar wij zaken mee doen als gemeente. Waar we ook prestatieafspraken mee hebben. En het zou raar zijn als wij geheel eenzijdig onze woonvisie zouden gaan aanpakken, dan wel actualiseren zonder de corporaties daarin te kennen. Dus dat is ook een onderdeel van het traject. Mevrouw Siebenhoff. Ja, dank u wel. Ik zou daar wel graag op aan willen vullen dat het niet alleen een stofkam is, hè, die knelpunten signaleert, maar juist dat we ook naar de toekomst kijken. Hè, naar nieuwe mogelijkheden. En volgens mij staat het ook duidelijk in de motie omschreven. Ja, dank u wel. Dat lijkt me heel goed. Nog meer punten, meneer Steen? Nee, dan gaan we naar de heer Huizing. Dank u wel, voorzitter. En ik zal eindigen zo met nog wat reacties op moties. Er ligt nog een vraag in ieder geval van de PvdA-fractie die de voorzitter of de burgemeester in zijn rol als voorzitter van het college ook al deels beantwoord heeft. En dat ging over de jongerenraad. Misschien daarbij aansluitend. Wat wij zien is dat tijdens de politieke jongerendagen, daar komen regelmatig hele mooie ideeën voorbij. Misschien niet altijd even goed uitgewerkt en misschien niet even direct toepasbaar. Maar het zijn voor ons wel vaak dingen waarvan we zeggen van nou, het zou wel heel mooi zijn als we ze minimaal een signaal kunnen gaan gebruiken en dat misschien wel in een goede samenspraak wat verder kunnen ontwikkelen. Zodat het niet alleen een mooie oefening is in hoe gaat dat nou in de politiek en hoe kun je nou discussiëren, maar ook gewoon echt tot concrete resultaten gaat leiden. Dus dat onderwerp dat staat sowieso bij ons dat we daar nog mee aan de slag willen. Dan had de PAK-fractie nog de suggestie van het, ik heb maar even het cultureel buffet genoemd. Volgens mij op zich, het idee spreekt mij absoluut aan. Met de lokale en de streepproducten, de muziek, de kunst en dat allemaal mooi verbinden. En dat delen van cultuur kan inderdaad tot hele mooie nieuwe verhalen volgens mij leiden. Dus wat dat betreft past het perfect bij het thema van het culturele jaar. Nieuwjaarsontbijt komend jaar, dat heeft de burgemeester al aangegeven. Ja, dat is wel een beetje vroeg, want dan zijn we nog niet begonnen. Ik ga het in ieder geval meenemen in het projectteam voor het culturele jaar of dit een onderdeel is wat ergens in dat jaar een mooie plek zou kunnen krijgen. Dan de moties. 2020-07 over de fietspaden. Volgens mij, dat bleek al in de eerste termijn, we willen volgens mij hetzelfde, een veiligere fietsvoorziening tussen Aalden en de Aalderholt en langs de Schapendijk. En ik snap ook gezien de hele voorgeschiedenis dat de indieners zeggen van nou, we willen die drukken wel een beetje ophouden. Ik heb in de eerste termijn inderdaad al aangegeven, nou, om nou teleurstelling achteraf te voorkomen, het tweede bullet met er ligt al een concreet voorstel met consequenties bij de programmabegroting. Laat daar dan op voorhand al van vaststellen dat ik daar helaas niet aan kan voldoen. Maar dat onze insteek, en dat geldt voor allebei gewoon, is dat in 2021 realisatie moet komen. En dan weten we allemaal tegen welke dingen we nog kunnen aanlopen. Maar dan heeft het niet aan onze intentie en onze insteek gelegen. Dan ligt dat aan zaken die we minder
in de hand hebben. Dan de motie 2020. Nou, de heer Stoker heeft al verwoord van, nou, op zich, ik vind het een motie waar we mooi mee aan de slag kunnen. En soms zeg je wel eens, zeker als het een intern gerichte motie is, nou, dat kunnen we gewoon overnemen, hier gaan we echt wel mee aan de slag. En soms kan het je als portefeuillehouder wel eens helpen als de raad vindt dat de goede richting is en er externe partijen bij betrokken zijn. Dat je ook kunt zeggen van, nou, dit is niet alleen iets wat wij als college willen, maar de gemeenteraad staat hier in grote getalen achter. Dus wat mij betreft heeft de heer Stoker dat goed verwoord. Ik denk dat het goed is om in stemming te brengen en ik beveel hem warm aan. En dan tot slot 2020-18. Nou, daar heeft de heer Stoker ook al verwoord. Kijk, het belangrijkste is volgens mij dat wij inderdaad dakoppervlakte zien. We hebben een hele grote opgave, dat heeft u ook in de rest, in de conceptrest al aangegeven. Daar moeten we gewoon mee aan de slag. Iedereen roept ook van, nou, laten we ons vooral op daken focussen. Volgens mij heeft de VVD-fractie in de Provinciale Staten daar ook nog wat over roepen deze week. Leg ze vooral op die daken neer. Dus daar moeten we gewoon mee aan de slag. Dat willen we ook graag gaan doen. De rol van de gemeente is alleen niet dat wij ze altijd zelf gaan leggen of dat ze altijd zelf gaan betalen. Maar als wij daken hebben die geschikt zijn, moeten die gewoon door anderen ook gebruikt kunnen worden. En er zijn heel veel lokale initiatieven die daar volgens mij best wel blij van gaan worden als dat kan. En 2019-05... in onze duurzaamheidsvisie staat al dat wij willen dat die hele energietransitie sociaal inclusief is. Dus dat ook de mensen die gewoon zelf niet de middelen hebben om daar stappen in te zetten, dat die wel die stappen kunnen gaan zetten. Nou, daar past een revolverend fonds of misschien zijn er nog wel andere geschiktere mogelijkheden, maar die passen daar gewoon goed bij. En ik denk dat het mooi is dat we daarmee ook gewoon echt aan de slag gaan, want we kunnen wel blijven roepen dat dat een keer moet gebeuren. Ik hoor inderdaad tweede kwartaal 2020 kan tweede kwartaal 2021 worden. Nou, volgens mij hebben we dan een hele mooie termijn om daarmee aan de slag te gaan. Helder, dank u wel. Dan de heer Brink. Ja, dank u wel, voorzitter. De tweede termijn van het college kan denk ik wel in de minuten die ervoor staan. Ik schiet van 8 minuten naar 12 en nu naar 5. Ai, wat een teleurstelling. Voorzitter, als ik kijk wat de inbreng is geweest, dan gaat hier voornamelijk om wat de moties vragen en wat de moties inbrengen. En daar wil ik dan ook graag mee beginnen. En dat gaat wat mij betreft eerst over het beleid jeugdhulp en samenwerking onderwijs en jeugdhulp, motie 2020-14. Volgens mij zitten de Raad en mevrouw Katerberg en ik niet zo gek ver van elkaar. We hebben een rekenkamerrapport en als ik u zeg dat we in de opwerken naar de bespreking van het rekenkamerrapport en daarna met uw opwerk de juiste beleidsinitiatieven die ook bij uw motie passen, dan denk ik dat we elkaar heel dicht zijn genaderd, waarbij ik u wel in de eerste termijn ook mijn winstwaarschuwing heb gegeven om de termijn waarin we daarop direct resultaten kunnen verwachten nog even wat geduld mee moeten hebben, omdat het een heel traject is. Voorzitter, dan kom ik bij de motie over corona en besmettelijke ziekten. Ik begreep van de VVD dat hij zegt van, nou ja, dat is landelijk beleid. Dat klopt. Griep 14 was landelijk beleid. En griep 14 heeft uitgestippeld dat in heel het land overal dezelfde maatregelen genomen moesten worden. Griep 14 heeft een van mijn collega's genoemd, dit na 3 of 4 weken, dit leek de dictatuur van de coronacrisis. Want heel veel inbreng van lokale deskundigheid, onder andere u als raad, die doet er even niet meer toe. Nu hebben we de kans. We hebben de kans om samen met zorgorganisaties, om samen met professionals in de zorg, om het geluid te laten horen, om mee te denken, om anderen de kans te geven mee te denken. En die kans neem ik heel graag.
Voorzitter, motie 2017, de herstructurering schulden. Volgens mij is daar voldoende over gezegd. En hebben we elkaar daar goed gevonden. En motie armoedebestrijding 2020-19, die is ingetrokken. Voorzitter, ik denk dat ik wel aan het eind van mijn tweede termijn ben. Ik dank u zeer. Ik denk het ook. En ik kijk even naar de klok. Het is mij niet gegund om te zeggen dat ik binnen de tijd ben. Zeker. Goed, een korte opmerking wat mij betreft nog even als laatste van de rijtje portefeuille. Dus dan maar, ik kijk nog even naar de heer Slom. Even voor de volledigheid. Ik dacht dat de heer Mulder was. Over de opmerking van corona mag geen argument zijn om nu niets te doen. Kijk ook naar andere plekken in het land, want overleg moet toch mogelijk zijn. Vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen, dat past ons ook. Gezien de ambities om natuurlijk tegelijkertijd volop, met alle beperkingen die we hebben, wel de ambities te willen volhouden. Die horen bij dit rare tijdperk en de zoektocht naar andere methoden, die is natuurlijk ook aan de orde. Dat maken we ook gebruik van. En natuurlijk ook nuttig gebruik van het feit dat we de gebiedscoördinatoren bijvoorbeeld hebben. Die gewoon fysiek nog steeds wel in de dorpen komen en nog steeds wel met mensen spreken. Dus daar hoeft het allemaal ook niet aan te liggen. Het is wel zo, en dat moet toch even nog weer van het hart. Het is toch wel zo dat corona natuurlijk wel een aantal aanvullende vraagstukken bij ons heeft neergelegd. Als het gaat over de inzetbaarheid van datgene wat een ambtelijke deskundigheid in huis hebben. En die is best groot, zeker gezien onze relatief bescheiden omvang als het gaat om, om de organisatie. Dan kunnen we daar trots op zijn. Maar er wordt hier en daar wel behoorlijk op de tenen gelopen. En ik zeg dat ook omdat, inderdaad zoals waar we vanavond over praten, politieke wensen, dan gaat het al heel snel over inderdaad, wat verstaan we dan met elkaar onder uw beleidswensen, onder politieke wensen, hoe terecht dan ook, daar hebben we het dan niet over. Maar er moet ook een capaciteit beschikbaar zijn om daarop inzet te plegen. Een inzet die u vaak niet helemaal goed ziet, ook omdat daar wel wensen bestaan rondom de terugkoppeling. Kijk even naar wat er in de regio-deal allemaal gebeurt. Nou, dat komt in dit najaar komt uitvoerig ter sprake. Maar vergis u niet hoeveel capaciteit daar intern van ons in gaat zitten. Kwam bij het herstructuringsfonds natuurlijk al eventjes in de eerste termijn en tweede termijn van de RST al aan de orde. Daar zit een deel van die ambitie ook in opgenomen. Dat legitimeert ook dat we daar allerlei ambtelijke inzet in plegen. Het helpt ons ook als we dat niet een bescheiden ambtelijke inzet laten zijn, maar ook de ambitie hebben om op sommige projecten echt gewoon het voortouw te willen pakken. Van de 6, 7 regendeel gemeenten of de 4 Dutch Tech Zone gemeenten. Het is vaak wat minder direct verbonden aan producten die u vraagt. Maar het doet er wel degelijk heel erg toe. En het is wel de zoektocht naar wat kunnen we inderdaad allemaal met elkaar voor elkaar krijgen. Nou, dat is vanavond uitvoerig met elkaar gewisseld. Dat, plaatsvangend voorzitter, zou wat mij betreft zijn nog de toevoeging die ik te doen heb. Volgens mij zijn we redelijk door de verkenning van de verschillende thema's nu heen. Kijk even rond, de heer Boy. Ja, voorzitter, als punt van orde, ik zou graag een schorsing van 10 minuten aan willen vragen, een kort overleg met de fractie. Ja, de laatste puntjes op die als het gaat om de finale standpuntbepaling voor de uitspraken die nu in deze volgende fase aan de orde zijn. We besluiten de beraadslagingen. We gaan dus over tot de fase van besluitvorming. En inderdaad, het kan gewenst zijn om daar toch eventjes nog onderling beraad over te kunnen voeren. 10 minuten moet kunnen, wat mij betreft. En dan gaan we naar de besluitvorming toe in de vorm. Het is wel goed om dat nog even mee te geven, dat ik eerst aan de orde zal stellen de besluitvorming over de kaderbrief zelf. En dan de verschillende moties die bij dit onderwerp zijn ingediend. Er zijn geen verschillende moties die qua zwaarte nog te schalen zijn, die allemaal over hetzelfde onderwerp gaan. Er zitten allemaal voldoende accentverschillen in om ze allemaal afzonderlijk in stemming te kunnen brengen. Het maakt niet uit welke volgorde. Dus mijn suggestie zou zijn dat we gewoon het rijtje qua nummering aanhouden wat u ook vanavond in uw bijdrage heeft gehanteerd. En dan is het natuurlijk goed mogelijk niet meer om over de moties te debatteren.
Ik zal nog even bij de twee moties die mondeling zijn geamendeerd aangeven dat de tekst, wat de tekst dan werkelijk is, die we dan vaststellen al dan niet. En dan is de enige keuze die u nog heeft, naast het vragen van een stemverklaring, aan te geven of u eens of oneens bent met het gevraagde besluit. Maar dat weet u, dus dan zien we elkaar weer over een 10 minuten hier in deze zaal. Ik schors de vergadering.